Ja, hartelijk welkom allemaal in de Balie vanavond. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Balie en ik zal proberen dit gesprek te voeren. Fijn dat u meedoet aan dit experiment en nog prettiger dat Ronald Ophuis en ook de Jong meedoen aan dit experiment. Want ik weet helemaal niet zeker of dit kan. Zeg maar, praten met twee verschillende kunstenaars over het metier van schilderen en het metier van romanschrijven. En de verweving die in de roman die Oek de Jong net heeft uitgebracht, Zwarte Schuur, want dat is de aanleiding van deze avond. De hoofdpersoon, Maris Koppelse, is een schilder. Een schilder, een Nederlandse schilder. En als je het boek leest en met aandacht leest, dan kan je helemaal achterin ook zien dat schrijver Oek de Jong Ronald Ophuis en een paar andere schilders bedankt voor de jarenlange correspondentie en conversatie over het schilderen en het zijn van een schilder. En ik volg beide kunstenaars al lang. We hebben net bedacht dat dat 1997 was, de eerste keer dat ik jou interviewde. En ik ken Oek de Jong vanaf mijn 17e. Ik heb jullie beide werk door de decennia heen altijd met zeer, zeer, zeer veel aandacht gevolgd, omdat ik er ongelooflijk enthousiast over ben. Ik vind het werk waar je altijd naar terug kan gaan, wat je ongelooflijk veel leert, wat je veel geeft, wat de moeite waard is om altijd weer te bestuderen en ook de ontwikkeling erin te bestuderen. Ik heb jullie ooit aan elkaar voorgesteld bij een diner ter ere van Marlene Dumas hier in de gang. En ik dacht te zien in jullie kunst dat dat dingen waren waar jullie beide in geïnteresseerd waren. En dat bleek ook zo te zijn. Dus deze conversatie is wat mij betreft een experiment. Ik weet helemaal niet of het kan. We hebben vaak los van elkaar over kunst gesproken en over het vak. Dat doen we nu hier in aanwezigheid van het publiek. Dus ontzettend fijn dat u daarbij bent en ongelooflijk dat jullie dat ook doen en dat aangaan. Ik denk dat ik jullie beide eigenlijk niet heel lang hoef te introduceren. Ik ga eerst spreken met Ronald Ophuis, dan met Oek de Jong en dan gaan we gedrieën proberen. En aan het eind heeft u misschien ook nog vragen, opmerkingen of toevoegingen. Denkt u even aan de mobiele telefoon. Op stil. Ik zit soms wat ver weg. Misschien dat komt omdat de kijkers thuis ook mee willen kijken. Er kijken erg veel mensen op de livestream. Vandaar dat het ook versterkt is. Dus als we straks rondgaan met die microfoon, dat u daarin praat. Want anders kunnen mensen thuis niks horen of verstaan. Ja, dat zijn de huishoudelijke mededelingen. Ik heb een citaat gevonden van Cornel Bierens over jouw werk, Ronald. Zijn schilderijen zijn in de voorstellingen zo afschuwelijk dat je niet gauw op het idee komt je aandacht op de compositie, de verf of de schilderwijze te richten. Verkrachtingen, mishandelingen, miskramen en verminkingen. Zich afspelend in wc-ruimtes, sportkleedkamers of concentratiekampen barakken. Het woord mooi komt bij zulke beelden in een normaal mens niet direct op. Schoonheid wordt hier letterlijk door het kwaad overwoekerd. Cornel Bierens, citaat. Mooi citaat wat in jouw werk wel kenschetst, maar ook wel erg tekort doet, vind ik persoonlijk. Ik vind het namelijk ook wel ongelooflijk mooi werk. En misschien ben ik dan geen normaal mens, dat zou kunnen. Maar ja, wie is er wel een normaal mens? De aandacht en de schoonheid. En aandacht en schoonheid zijn volgens mij ook met elkaar verwant. Zijn er wel degelijk en komen ook meteen bij je op, vind ik. Ik wilde onder andere vanavond praten over de fascinatie voor het kwaad. Dat ziet u ook in de titel, zeg maar, die ik in jullie beide werk wel tegenkom. De met veel aandacht laten zien of beschrijven van het kwaad of het geweld wat er in de wereld bestaat. Ik wilde eigenlijk beginnen met even een tijd te praten over jouw beelden en jouw werk en als schilder, zodat we dan naar Maris Koppels en Oek de Jong kunnen gaan. Sweet Violence heet dit, schilderij? Nee, deze niet. Nee, die hangt hier niet. Goed, deze. Nee, ook niet. Ook niet. Nou, goed, laten we maar teruggaan naar de eerste misschien even. Dit is al veel ouder werk, hè? Dit werk is uit 95. Ja, in de jaren 95. Het is een beetje aan het eind van de oorlog in voormalig Joegoslavië. Ja. Dus ik stelde me voor dat een leger een stad heeft veroverd en dat ze tekeer gaan tegen een van de inwoners uit die stad. En dat ze dan een plek kozen, of hebben gekozen, waar het kwaad zich kon afspelen zonder dat je het idee had. Of tenminste zonder dat zij het idee hadden dat het openbaar zou zijn. Dat ze onbespied waren in die zin. In zekere zin, ja. En ik wil ook een soort gewoonheid van het geweld
tonen. Dus dat ze na het mishandelen van die man, of het executeren van die man, een potje gingen voetballen. Dus ik stelde me voor dat ze bijvoorbeeld een plek hadden gekozen als, een gym, als in een gymzaal. Waar nog een oude voetbal lag. Ja, of dat was meegenomen, of die lag er nog. Of ja, die was van die school misschien. Mm-hmm. Het is waarschijnlijk een school of zoiets. Is het. Ja. Ja. En die man is dood, die ernaast ligt waarschijnlijk, of ja. Bijna. Ja. Ja. En dat, die man hebben natuurlijk iets vrij adrenalinerijks gedaan. Hè. Die hebben iemand gedood of gemarteld. En dan moeten we dat even afreageren. Ja. Ja, ik heb veel gesprek gevoerd met daders. En wat je meestal hoort bij daders is dat ze er heel vaak helemaal niet zo erg mee zitten wat ze hebben gedaan. Dat trauma dat komt meestal wel, maar dat is meestal pas veel later als ze het anders gaan framen wat ze hebben gedaan. In 2010 heb ik een aantal jongens gesproken die in Sierra Leone hebben gevochten, voormalige kindsoldaten. En de meeste waren wel beschadigd, maar dat refereerden ze bijna altijd aan hetgeen wat hun was overkomen. Of wat hun familie was overkomen, maar als ze moesten spreken over wat ze zelf hadden gedaan, dan was het alsof ze een scenario beschreven wat past in het format van een B-film. Dat was zelfs bijna een soort trotsheid van hoe extreem ze waren geweest. En je hebt veel daders. Ja, komt u binnen, er zit nog plaats van daarboven hoor. Komt u vooral door. Ja. Oh, hier ook nog. Ja. Daders, je hebt veel daders geïnterviewd, zeg je? Ja. Want jij werkt soms een beetje als, bijna als een documentairemaker, heb ik het idee. Hè? Dus je bereidt je voor. Die beelden komen niet uit het niets, zou ik maar zeggen. Er gaat veel research en gesprekken aan vooraf. Ja, ik verdiep me behoorlijk in de materie. Dus ik lees veel, bekijk veel beelden. En als het nodig is, dan ga ik naar de plekken waar het zich heeft afgespeeld. Dus ik ga nooit direct naar de frontlijn. Dus ik wacht meestal tot de oorlog is afgelopen en dan ga ik de mensen interviewen. En dan, dus ik stel me voor, als ze hoeven eigenlijk nooit te zeggen wat ze zelf hebben gedaan. Ik vind dat wel fijn dat ze zich vrij voelen. Als ze maar vertellen wat ze gezien hebben. En dan meestal gaan ze daarmee akkoord en dan vertellen ze eigenlijk vrij gemakkelijk wat ze hebben misdaan. In Afrika was het iets makkelijker dan in voormalig Joegoslavië. De daders in voormalig Joegoslavië hadden vaak het gevoel, of tenminste, ze konden het idee hebben dat ik verbonden was aan het Joegoslavië-tribunaal. Ik kwam uit Nederland natuurlijk. Ja, en, maar goed, ik noteerde niks. Ik maakte tekeningen samen met hun. Of tenminste, zij vertelden mij hun verhalen. En aanleiding daarvan maakte ik schetsen. En die liet ik hun zien van, was het ongeveer zo. En dat zette ik opnieuw in scène in mijn atelier, dus dan vraag ik acteurs om die scènes na te spelen die zij mij hebben beschreven. Het is niet altijd letterlijk wat zij beschreven hebben. Ik bedoel, het is ook een mate van fictie. Ja, ja, ook een mate van fictie, natuurlijk zeker. Maar dit is, ik probeer die dingen even af te doen. Ja, beter misschien. Ook een mate van fictie, maar dat en wat je tekent terwijl je met die mensen praat, terwijl, dus niet daarna, je gaat niet naar je hotel of naar je, en tekent het dan uit. Meestal teken ik de plekken. Ja. En vinden ze dat heel vreemd? Nee, dat vinden ze eigenlijk helemaal niet vreemd. Nee, dat is een wonderbaarlijk verschijnsel. Wat ik zei, ze zijn meestal ook vrij enthousiast dat hun verhaal wordt opgetekend. Vrij enthousiast? Zo, de flikkers. Dubravka Uredić, schrijfster, Joegoslaafse komaf, die beschrijft dat ook. Hè. Je ziet het ook in die film van Oppenheim, over de mensen die in Indonesië mensen ombrengen, zo'n documentaire over gemaakt, waar je ze na ziet doen wat ze gedaan. Dus ze zijn er wel enthousiast over dat jij dat vastlegt. Ja, hoe dat psychologisch precies zit, dat kan ik ook niet beschrijven. Nee, maar je neemt het alleen waar. Ja. Ja. Ja, dus het is niet eens zo moeilijk. Vind jij het dan moeilijk om te tekenen, te luisteren aan die verhalen? Nee, op dat moment wint eigenlijk mijn nieuwsgierigheid het van moraliteit. Dus ik wil eigenlijk zoveel mogelijk woorden, verhalen horen die indruk maken op mij. Ja. Dus we hebben helemaal geen gesprek over ethiek op dat moment. Nee. Dus,
toen ik nadacht over deze avond, toen dacht ik, ja, het schildersatelier en, is niet de rechtbank en de schrijver is niet de rechter. Hè? Ik denk dat wij, Oek en ik, onder andere vooral hebben over irrationaliteit. Hè? Als je al meteen begint met een moraal of een moreel frame, dan, dan vertel je de verhalen die we eigenlijk al kennen. Dus dan weet je eigenlijk het verhaal voordat je het hebt gehoord. En dan verliest het kunstwerk van spanning. En ik denk ook niet dat de kunst daar meteen over zou moeten gaan. En de kunst heeft een andere, die creëert toch een vrijheid van van een soort, een soort psychoanalyse in je atelier. Hè? Dus niet dat ik mezelf aan het analyseren ben meteen, maar wel een soort ruimte voor onzekerheid en troebelheid en woede en nieuwsgierigheid en opwinding. En ik denk dat dat veel meer de motieven zijn om, om tot dit soort kunstwerken te komen. Dat je meteen een, een moralistisch frame wil neerleggen. Natuurlijk moeten misdaden bestraft worden, maar daar gaat de kunst niet over. Of tenminste mijn kunst niet. Je zei, er creëert een soort vrijheid, en bij het woord vrijheid aarzelde je even een tijd, hè, je stil te vallen. Want, nou ja, dat je, want vrijheid, je gaat je overplaatsen in de, daders. Hè. Je, ja. In die zin, het zijn geen getuigenissen. Hè. Er is zeker sprake van een soort, hè, dat is natuurlijk een term uit de psychiatrie en dat is niet zo letterlijk, maar wel, er is wel sprake van een soort depersonalisering in je atelier. Want anders krijg je getuigenissen of bekentenisliteratuur of, en dat is meestal heel minimaal. En dat is meestal ook niet op het niveau dat van een goed kunstwerk. Ja, dus dat zijn meestal dagboeken, nou ja, we kennen ego-documenten, ja. Die memoires, mensen die dat soort dingen opschrijven aan het eind van hun leven. Ja, ja, maar dat zijn dit niet. Nee, nee. En je zegt, je kiest niet altijd je werk, dat is ook heel ander werk, hè. Zijn ook werken, maar veel van je werken kies je ervoor om dat wat mensen kennelijk doen te laten zien. En dat is geen direct moreel oordeel erover. Nee, het zijn eerder, ik heb het ook wel eens monument van schaamte genoemd. Het is in kaart brengen van waar de mens toe in staat is als die zich onder of in extreme omstandigheden beweegt. Het zijn ook waarschuwingen. Het is ook dat je geschiedenis recht wil doen. Het is ook een behoefte om, om meer te voelen. Want soms voel je eigenlijk te weinig als bepaald nieuws tot je komt. Er is een groot verschil tussen journalistiek en kunst. Hè. Soms heb je het wel over dezelfde geopolitieke onderwerpen. Ja. Maar je hebt de kunstenaar, een schilderij over de oorlogen in Bosnië en Joegoslavië, ja. Schilderijen over Libië, over, ja. Maar de kunstenaar, maar het grote verschil is, denk ik, het is vooral psychologisch, de kunstenaar die wil het beeld en de oorlogsjournalist die wil het beeld eigenlijk niet. Het is niet zo zwart-wit, maar de oorlogsjournalist wordt meestal als iemand beschouwd die het nieuws objectief tot zich neemt en dat objectief naar ons brengt. Doorgeeft luik, zou ik zeggen, daarvan is. Ja. En bij een kunstenaar is het altijd veel troebeler. En ook omdat het mensen zijn veel banger voor kunstwerken dan voor, denk ik wel eigenlijk, veel banger voor kunstwerken dan voor journalistiek. Ook omdat kunstwerken zich meestal in het publieke domein bevinden. Hè? Dus je gaat naar een museum of naar een galerie of naar een kunstinstelling of en mensen voelen dat andere mensen met hun meekijken. En het is niet dat ze dan hun gedachten meteen kunnen raden, maar ze voelen wel of ze zien dat iemand daar naar kijkt. En dat brengt al een reëel dilemma bij de mensen met ze zich mee. Zien, ze zijn bang, denk jij, dat als ze daarnaar kijken, dat ze gezien worden tijdens het kijken? Ja. Ja, dat bedoel je met, dit is een openbaar, dit is een museum, dit is een galerie. Mm-hmm. En ze kunnen dat niet verbergen. En dat kijken is misschien al verkeerd, zondig, moreel. Niet in orde. Nou ja, dat brengt een psychologische alertheid bij de toeschouwer teweeg. En je zegt, het gevoel dat ze zich moet verantwoorden. Door daarnaar te kijken? Ja. Door het te zien? Mm-hmm. Dat ze misschien, daar moeten ze zich voor verantwoorden. Heb je voor het kijken zelf, ja. Alleen al. Ja. Ja.
En dan win je tijd en een moment en ook een diepgang bij de... Met de toeschouwer. Bij de toeschouwer. Ja. Ja, want hij moet zich verhouden en hij moet zich bedenken of hij dit wil zien, mm-hmm. of hij dit durft te zien of hij dit. Maar je zei ook iets anders, het beeld is gewild. Hè? Ja, dus de toeschouwer moet ook willen om het te zien. Of moet ze, maar het is gewild door de kunstenaar, bedoel je? Ja. Door jou. Je wilt dit beeld maken, het is niet iets wat je tegenkomt als journalist in de wereld waar je. Hè? Maar je maakt het, je schept het, je wil het. Mm-hmm. Ja. En het creëert dus wat spanning, hè? Dus mensen die. Die het bekijken, die denken meestal in eerste instantie, waarom heeft de kunstenaar dit gewild? Mm-hmm. En waarom wil de kunstenaar dat ik dit zie? Ja. Dus ze gaan zich afvragen, deugt de kunstenaar? Vaak gaat ze. Vaak, ja. Maar je zegt eigenlijk, dat vind ik wel logisch, want ik wilde een mm-hmm. beeld ook. Dus dat ze zich dat afvragen, dat klopt of is dat... Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Okay. Alleen één stap verder is dat je, dat als ze mij... beschouw als iemand die niet deugt, dan hoeft ze het beeld ook niet serieus te nemen. Dus ik vind het wel goed dat ze zich dat afvragen. Maar het slaat natuurlijk de verkeerde kant op als ze werkelijk denken dat ik niet deug. Want dan hoeft ze het beeld ook niet serieus te nemen. Dan kunnen ze het afdoen als het beeld van iemand die niet deugt en daarom hoeven ze er niks meer mee. Zeg precies. Maar. Nou, dus dat is, maar dat is een gevaar van als je deze onderwerpen kiest. Dat is zeker een gevaar, ja. Ja, voor jou dan natuurlijk. En mm-hmm. ook voor de effectiviteit van de kunst. Ja. Ja. Dus is een hele makkelijke uitweg voor het publiek eigenlijk, om ze er niet toe te verhouden. Als ze willen, ja. Ja, als zij willen, ja. Dat, en wat meespeelt is dat, je voelt die moraliteit niet in het kunstwerk. Dus die werken zijn geschikt voor de daders, maar ook, of die werken zijn geschikt voor de slachtoffers, maar ook voor de daders. Waarom? Nou, net zoals die jongens in Sierra Leone, als ik vol trots mij vertelde wat ze allemaal gedaan hadden. En er kwam nog een grote schilder, nog een groot kunstwerk van maken ook. Ja. Ja. Het werd ervoor beloond eigenlijk in die zin. In zekere zin wel, ja. Ja. Dat is natuurlijk ook wel lastig. Voor de toeschouwer bedoel je? Ja. Dat je ze niet aan de hand meeneemt. Ja, maar het geweld en het kwaad, dat toont zich nooit direct in een soort moreel frame. En er zijn, waar het mij ook om gaat, is dat ik na wil denken, waarom doen mensen dit soort dingen? Ja. Dus dat is een van de dingen die de jongens mij verteld in Sierra Leone, was dat ze, dat als ze een dorp waren binnengevallen en ze zagen een zwangere vrouw, dan hielden ze een weddenschap, is zij zwanger van een jongen of van een meisje? En dat... bekeken ze dan meteen, dus ze sneden haar open en dan had de een gewonnen of de ander verloren. En dan kun je afvragen van, ja, waarom zou je zoiets überhaupt schilderen? Los van dat je soms ook door een schok of door een shock gemotiveerd wordt om iets te doen. Maar in gesprekken met die jongens kwam ik erachter dat veel van die jongens die zijn van de straat gehaald, geronseld, die werden gedwongen om dienst te nemen. Dat was niet zoals in Nederland, dat je wordt soldaat, je krijgt een opleiding, dan langzaam ontstaat een hiërarchie naar aanleiding van je opleiding, je organisatieniveau, je autoriteit enzovoort. Maar daar was het zo, hoe gewelddadiger je was naar je vijand toe, hoe hoger je ranking. Dus, en hoe hoger je positie binnen zo'n rebellenleger of zelfs bij het regeringsleger, betekent dus dat je niet in de frontlijn hoeft te vechten. En dat je andere mensen kon. Je was geen voetsoldaat meer. En dan, waarom ze dan precies dit deden, ze deden wel veel meer gruwelijke dingen hoor, maar deze was wel, dat ontsteeg ook wel een beetje, wel mijn fantasie. In een gesprek met hun kwam ik daar niet achter. Maar mijn analyse was dat als zij in zo'n leger zaten, dan was er geen plaats voor liefde. Er waren wel mogelijkheden tot seksualiteit, maar dat waren toch meestal tot seks, slavinnen. Mogelijkheden tot seksueel geweld waren er wel. Ja. En dat als ze dan zo'n dorp binnenvielen en je zag dan iemand die zwanger was geraakt door de liefde, dat waarschijnlijk een enorme haat ontwikkelde van wij hebben dat niet, dan heb jij dat ook niet. Ja, dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Ja,
Ja. Ja. Ja, dit is wel. Het is wel de diepte van ellende. Zo. Ik bedoel. Het, we hebben het onder andere over kunst en het kwaad. Hè, natuurlijk. Mm-hmm. Dit zijn natuurlijk echt voorbeelden van echt het kwaad. Hè. Ik bedoel. Het beeld wat jij daarvan maakt, heb je gewild ook, want je wil dat het bestaat. Ik wilde daarover nadenken, ja. Ja, ja. En zo'n schilderij of een kunstwerk over zo'n onderwerp, geef je de tijd om daarover na te denken, om daar lang naar te kijken, om je ertoe te verhouden. Het geeft niet alleen de tijd, ik bedoel, het is eerder dacht ik in dit gesprek al, kijk, een journalist kan natuurlijk te snel naar kijken en kan het toch ook weer snel wegleggen. De consument al helemaal, als je de krant overslaat en er zijn dingen die je niet bevallen, dan doe je hem lekker dicht. Hè? Je zapt verder, dus je kan heel snel ervan weg. Maar jij kan er weken niet van weg. Nee. Want hoe lang schilder je aan een doek? Nou, die grote doeken, dat kost me bijna een jaar. Tussendoor maken we wat kleinere werken, maar het kost me ongeveer een jaar om het tot een goed einde te brengen. Maar je kan er dus niet van weg. Je moet helemaal dag na dag erin en erop en eraan. Je zei net ook iets, een zekere depersonalisatie treedt wel op. Want, nou ja, als kunstenaar heb je dat nodig. Hè? Ja. Maar je moet dus een jaar met die gruwelijkheden, dat gruwelijke verhaal moet je je... Want tot ieder detail, want dat is ook iets wat je op deze schilderijen nu in deze manier wel een beetje ziet. Daarom hebben we die grote projectie ook gekozen. Maar wat ik onder andere zeer... Ja, schokkend, maar ook ongelooflijk aan jouw schilderij vindt, is de detaillering. Mm-hmm. En het gevoel voor ieder tegeltje achter deze twee kerels die bal hoog houden, is met zoveel aandacht geschilderd, dat je brengt je, bedoel, jij laat je, je brengt je niet naar Jantje van Leijen vanaf, zeg maar, je gaat ieder detail aan. Mm-hmm. En word je daar niet na een tijdje... Nee, dat is ook voor mij een verrassing, maar tijdens het werk heb ik daar nauwelijks last van. Dus als zoiets in je opkomt of je hoort zo'n verhaal en je besluit om het te gaan schilderen, dan, de eerste tekeningen hangen dan in mijn atelier, dan kost het me meestal wel tijd om, soms maanden, soms jaren, om zoiets tot de schilderij te gaan brengen. Maar als ik eenmaal bezig ben, dan is het eigenlijk, dat gaat vooral over de esthetiek. Dus hoe ga je tijd winnen bij de toeschouwer? Als je zoiets, deze scène is heel fotorealistisch zou schilderen, dan win je geen tijd. Dan kunnen mensen het vrij snel lezen. En je moet mensen ook meenemen naar een andere laag binnen een kunstwerk. Wat bedoel je dan, win je geen tijd? Dat... Geen kijktijd. Geen kijktijd van de kijker? Ja, geen belevingstijd. En ook niet dat als het een foto zou zijn, of een fotorealistische schilderij, dan is voor de toeschouwer ook niet echt een aanleiding om weer terug te gaan naar het beeld. En dan heb je het eenmaal opgeslagen. Nou ja, als je het dan eenmaal goed hebt gezien, dan houdt het in zekere zin op. Maar door de esthetiek van de verf of de verfbehandeling, de compositie, ja, het is eigenlijk een strategie om mensen betrokken te laten raken. En die denk je uit? Ja. Ja, het moet niet te mooi zijn, dus in die zin geef ik Cornel groot gelijk. Ik denk dat als je het te mooi doet, dan wordt het eigenlijk meteen toch ook zacht. En te virtuoos is, ja, ik kan dat niet bewijzen, maar dat voelt als een soort gebrek aan medeleven. Of inlevingsvermogen. Gebrek aan medeleven? Ja. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk dat je dat woord gebruikt, want dat is altijd wat er opkomt als ik naar je schilderijen kijk, medeleven. Mm-hmm. Maar vooral, en dat zegt misschien iets over mijn blik, of misschien, maar je gebruikt het woord nu ook. En dat komt onder andere, denk ik, door de detaillering. Dat het dat bij mij oproept. Mm-hmm. Dat het tragisch is dat die tegeltjes daarbij zijn, zou ik maar zeggen. Ja, dat is een beetje raar. Want maar dat is het, zo voelt het voor mij. Dat de wereld zo in elkaar zit dat dit gebeurt op plekken die onaf en lelijk. Mm-hmm. En jij zegt dat je door die detaillering en toch niet realistisch, dus bewust houterig, dat is misschien mijn woord, dat was niet jouw woord, maar dat dat
tijd wint bij de kijker, heb je het idee? Dus dat hij langer... Ja, misschien is dat een illusie hoor, maar dat is wat ik denk. Ja, en wat ik vermoed. Ik kan het me heel goed voorstellen. Maar in ieder geval bij mij werkt, dat laat ik het zo zeggen. Ik hoor het je nu zeggen, denk ik, ja, dat klopt. Want ik krijg uit de detaillering, vooral van de spullen die eromheen staan, het idee van erbarmen of... Ja, je kan met dit soort dingen altijd moeilijk in... Er komen van dat soort bijbelse woorden bij, maar... Dus ik begrijp wat ik bedoel. Ja. Nee, precies. Het klinkt natuurlijk wat megalomaan en misschien zelfs sentimenteel, maar afgelopen woensdag, was ik even in AI. Dat was een interview of een documentaire gemaakt door de zoon van Tarkovsky. Met allemaal filmbeelden van de grote filmregisseur. En op een gegeven moment zei Tarkovsky, ja, hè, kunst is een gebed. En toen dacht ik, ja. Maar als hij bedoelt dat je ontfermt over mensen, over daders en over slachtoffers, dan kan ik daar wel behoorlijk in meegaan. Ja? Ja. Dus, ja. Ik ontferm me over u. Ja. 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 En kan je eigenlijk zeggen, na al die decennia schilderen van geweld in het kleinste detail en met de grootste mogelijke aandacht, dat je daar iets van geleerd hebt over geweld? Is er iets wat je... Je zegt, ik wil ermee bezig zijn. Mm-hmm. Is er iets over te zeggen? Heb je het idee dat je er meer van begrijpt dan toen je eraan begon? Of? Ja, ik begrijp er wel veel meer van. En wat begrijp je dan beter? Hoe het ontstaat? Of hoe het, of... Ja, hoe makkelijk men in staat is om dat te doen. Om dat geweld over te gaan. Men, iedereen. Ja. Nou ja, iedereen, dat is natuurlijk een beetje... Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar... Veel. Veel, ja. Erg veel. Mm-hmm. Ja. Hoe gewoon het is eigenlijk. Ja. Of kan zijn. Ja, ja, dat is geen geruststellend inzicht natuurlijk. Nee, door de jaren heen is mijn wantrouwen wel gegroeid. Naar de mensheid toe. Ja. Is meer erbarmen nodig, zullen we zeggen. Dat zou, ja. Ja. Oké, dankjewel. Tot nu toe. We praten nog verder, dus blijf rustig zitten. Dank je voor zo openhartig erover zijn. Ook omdat het natuurlijk altijd meespeelt dat men zich afvraagt of de schilder wel deugt als je dit aandurft. Mm-hmm. Dus dat je het aandurft om daar zo weer over te praten zonder dat we gezegd hebben waar we precies over. Vind ik altijd heel bijzonder. Dank je wel. Ja, daar wil ik nog wel iets over zeggen. Dat vind ik eigenlijk dus helemaal niet... Ja, ik bedoel, het is belangrijk, maar ik vind het zelf niet belangrijk. Want sommige... Wat vind je niet belangrijk? Nou ja, weet je, dat om de kijker zo mee te nemen, hè, om te begeleiden in zijn oordeel, dat vind ik eigenlijk helemaal niet interessant. Dat wordt nu natuurlijk steeds vaker wel verlangd van kunstenaars. Maar en dat kun je meestal makkelijk oplossen als je zegt, hè, het is autobiografisch, maar zelfs autobiografieën zijn over het algemeen fictie. Maar wat is fictie en wat is niet fictie? Ja. Alles is een verhaal. Maar jij zegt, dat wil je dus nog even gezegd hebben, dat vind ik interessant. Dus je zegt, ik vind het niet belangrijk om de kijker mee aan de morele hand te nemen. Mm-hmm. Bedoel je dat? En dat wordt wel veel gevraagd, dus dat is iets wat... Nou ja, mensen zijn natuurlijk ontzettend bang voor kunst. Hè? Met wat het met hun doet. Ja, maar dat wil je eigenlijk. Dat ze er bang voor, dat er iets met nou, ze doen. Ik vind het ook wel fenomenaal dat kunst dat kan veroorzaken. Ja. Dat is wel een reden waarom kunst zo belangrijk is. Of die, kan zijn. Ja. Ja, ze zijn zo bang ervoor dat ze jou bijvoorbeeld wel eens een proces hebben aangedaan over je schilderkunst. Een proces. Een bommelding hebben we wel eens meegemaakt. Ja. Mensen inbraken in een galerie om een schilderij te vernietigen. Of tenminste een poging deden. Ja, dus het men is er inderdaad in ieder geval boos over. En boosheid komt ook vaak uit angst voor. Ik begrijp wat je bedoelt. En dat is zeggingskracht natuurlijk van kunst. Ja, dank. Oek de Jong, hartelijk welkom, nogmaals. Jij hebt hier naar zitten luisteren. Je hebt een boek geschreven, kom erbij zitten, ik zou het zeggen, graag. Thank you.
zwarte schuur. Het is nu een, wat is het, 2 maanden uit? Drie maanden. Ja. Ja. Mag je iets harder? Ja. Dat komt er stellend bij. Als ja, ik vind het vrij moeilijk verstaanbaar, jullie. Oké. Okay. Ik hoop dat dat voor jou gold en niet voor de Rijn. Maar we zullen proberen goed te spreken. Oké. Ja, dit is jouw 5e grote roman, hè, Zwarte Schuur. Ja. Maris Koppelsen, 59 jaar is hij, als ik het goed geteld heb. Je hoeft eigenlijk nauwelijks introductie. Je hebt een aantal grote romans geschreven. 79, Opwaaiende Zomerjurken, denk ik. Daarna Sigel in het Gras, Hogweerd als Kind, Pier en Oceaan, Verhalen en Zeebundels. En deze dus, 3 maanden geleden. Een boek waar de hoofdpersoon een schilder is. Een schilder die een gruwelijk gebeurtenis meemaakt of veroorzaakt. Of overkomt, dat is een beetje de vraag natuurlijk. Ja. En hij is 14 en er gaat een meisje dood en daar heeft hij schuld aan. En dat is het begin van het boek. Eigenlijk, dat kom je heel snel achter als lezer. Ja. Ja. En het is... maar hij heeft een enorm talent als tekenaar en hij wordt een groot schilder in Nederland. Mm-hmm. Hij gaat naar het Stedelijk Museum, hij heeft een grote overzicht en toont zijn, hij gaat naar Amerika. Hij schildert met een enorme kracht en hij schildert met een enorme inspanning ook. En als jij naar... het gesprek net met Ronald luistert. Mm-hmm. Dat heb je natuurlijk, je hebt vaker met een aantal schilders gesproken over, deze onderwerpen. Ja. En over het zijn van een schilder is Maris Koppelsen, de man uit Zeeland, is die geïnteresseerd in het schilderen van geweld en kwaad? Je hebt een hele personage opgebouwd, hè? Die hele oeuvre zie je er eigenlijk in, als je het boek leest. Ja. Het is een fantastisch boek, vind ik. Het is echt, het is niet neer te leggen en het is heel spannend. Maar het is ook heel interessant, want het is een, op allerlei manieren natuurlijk, maar het is ook gewoon het min of meer de biografie van een niet bestaande Nederlandse succesvolle schilder. Ja, ik heb me al heel snel voorgenomen dat ik dat schilderen niet als achtergrond wilde gebruiken. Ja, dus niet even een atelier en wat penselen, wat kwasten en het verf besmeren. Ja, leuke spulletjes rondstaan. Even de couleur locaal van een kunstenaar aan het werk. Ik heb echt een schilder willen creëren die dus van de generatie van... jij bent ietsje jonger, maar van de generatie is van Marleen Dumas, Rob Scholte, Erik Andries. Mensen die ik tegenkwam in de jaren 80 in Amsterdam. Dus dat is het middendeel van het boek. Ja. Krakerszien, W139 herken ik. W139 en de Aorta, die hele grote gekraakte gebouwen waar kunstenaars jarenlang in hebben gezeten. Ik wilde ook een oeuvre voor Maris maken, ik wilde een stijl ontwikkelen. Mm-hmm. Ik wilde een beeld hebben van hoe schildert die man nou. Ik heb ook een aantal schilderijen min of meer suggestief beschreven, dus in die overzichtstentoonstelling in Stedelijk, daar hangen een paar doeken die je vrij goed te zien krijgt als lezer. Dat was een van de allerplezierigste kanten van het schrijven van deze roman. Ik was gedwongen om me nog meer in schilderkunst te verdiepen. En me voor te stellen, hoe schildert deze man? Het was al snel figuratie, daar heb ik eigenlijk helemaal geen twijfel over gehad. In de jaren 80 voelde ik me toch, het was dus de punktijd en toen was techniek in de schilderkunst bijna verdacht. Hè? Verhitte discussies met mijn broer ook daarover, die in die W139 zat. En ik was een... Ik was als schrijver denk ik al in mijn eerste roman een technicus. En daar heel erg in geïnteresseerd. En ik kwam in de jaren 80 Dumas tegen en Erik Andries. Dat waren dan voor mij de voorbeelden van mensen die echt die ook waanzinnig goed konden tekenen. Dus die dat ambacht gewoon in hun vingers hadden. Dus ik heb een schilder gemaakt die voluit kiest voor de figuratie. Niet zoals Ronald. Dus een van de bijzondere dingen aan het werk van Ronald vind ik dat hij...
dat hij in staat is om in de eind 20e, begin 21e eeuw gewoon het historisch schilderen weer tot leven te brengen. Dus een figuratieve stijl te ontwikkelen en daar een scène mee te schetsen die geënt is op de recente geschiedenis. Dat was eigenlijk het allereerste wat me in zijn werk opviel. Bij Marius Kopolse, dat is de juiste uitspraak in het Zeeuws. Koppelse, hebben we helemaal lang gedacht. Okay. Dus Kopolse. Ja. Bij Marius denk ik, dus aan figuratie, maar het is niet uitsluitend op geweld en op grensoverschrijding gericht. Zijn trauma en zijn obsessie spelen wel een rol. Hij voelt zich wel natuurlijk tot bepaalde onderwerpen heel sterk aangetrokken. Maar hij is toch ook, denk ik, er zit een expressionisme in zijn stijl. Het gebaar is heel belangrijk. Net als Ronald, hele grote doeken, op zijn minst zo. En ik heb een aantal onderwerpen beschreven. Hè. Bijvoorbeeld de Japanse duikster. Verdronken onder water met dat touw om haar lijf en die ogen op dat schilderij. En zo heb ik wel geprobeerd om een voorstelling te vormen van wat voor soort schilderijen maakt hij. Ja, je kan het je in ieder geval als lezer. En ik gebruik ze natuurlijk ook echt in het verhaal. Hè, want die schilderijen zijn ook weer niet een accessoire, hè, maar ze spelen echt hè, heel veel beeld, dus schilderijen, maar ook heel veel foto's. Het speelt allemaal een rol in de ontwikkeling van de roman. Ja, een ontwikkeling van het personage en ja. in de diepte die het personage heeft, omdat de kunst die hij maakt voortkomt uit situaties uit zijn leven. Gewoon ja. Een verband houdt met situaties ja. In zijn leven en de ja. Ontwikkeling die hij doormaakt. Nou, ik wil suggereren dat er, kijk, het grote voorbeeld op de achtergrond is voor mij Francis Bacon. Ik heb een hele ambivalente verhouding met zijn werk. Met Bacons werk. Met zijn werk, ja. Hè? Ook met de persoon. Het is gewoon een perverse persoonlijkheid. Maar dat is het niet alleen natuurlijk. Maar ik denk dat heel veel mensen die echt op dat werk van Bacon ingaan, hè, op deze tegenstrijdigheid of ambivalentie stuiten. Je kan een Bacon kun je niet prachtig vinden zoals je een Manet hè, prachtig vindt. Dat is veel problematischer. Maar de manier waarop Bacon dus zijn... Er zijn heel veel gegevens uit het leven van Bacon, hè, seksualiteit, geweld. Hij was een sadomasochist. Dat vloeit allemaal op de een of andere manier in zijn werk. Vooral denk ik eigenlijk zijn levenshouding, zijn visie op de wereld, op mensen, op het menselijk bestaan. Dat vloeit op de een of andere manier in zijn werk, niet direct. Dat vind ik mooi en ik vind het... Wat vind je dan mooi eraan, dat het leven nou, dat en het werk... Dat een, kijk, ik schrijf romans die persoonlijk geladen zijn. Hè, het is fictie, maar er zit het heeft een persoonlijke lading. Ik denk dat ook de kracht van die boeken is. En dat zijn ook de romans die mij het meest interesseren. Een persoonlijke lading in de zin van wat is persoonlijk? Is dat voor jou persoonlijk of voor de persoon die je beschrijft? Iedereen die Zwarte Schuur leest, die voelt... Dat dit niet zomaar een verzinsel is. Dus dat ik op een middag heb gedacht van die zwarte schuren, dat is leuk, daar ga ik iets mee doen. In Zeeland staan ze. Zeeland, ja. Schilderen wilde ik ook altijd al iets mee. Zoiets. Mm-hmm. Iedereen die dit boek begint te lezen, die voelt dat natuurlijk een heel andere lading heeft. Dat is niet zomaar, ik ben niet een industriële auteur die zegt van ik ben in Vietnam geweest en nu ga ik eens een roman schrijven met Vietnam als setting. Ja. Dus het is persoonlijk geladen en gefundeerd en dat is bij Bacon ook het geval, ja. Maar om te zeggen, Bacon transformeert alles en op die manier transformeer ik ook alles en, dat, ja. Hè, en dan wordt het ook kunst en dan wordt het ook interessant. Ja, en Ronald zei net, dat beeld heb ik gewild, hè? Dat heeft de schilder gewild, daardoor mm-hmm. wordt het problematisch in zekere zin en daardoor wordt het ook zwaarder qua zeggingskracht. Ja. Herken jij dat? Want ik heb als ik een beeld schets, dan heb ik het gewild, dan komt het... Ja, natuurlijk. Ja. Jij schetst ook beelden, is het hele beeldende beelden. Er zitten ja. Bladzijden in die ja. Buiten gewoon beelden. Je ziet het allemaal voor je. Ja. En met heel veel aandacht voor detail ja. Schets je een situatie of er een boom staat of niet. Hoe je dat doet vind ik altijd weer wonderlijk, maar met de juiste voorwerpen op de juiste moment in te brengen, zie je het hele plaatje voor je. Mm-hmm. Ja. Dat heeft
ook soms iets vind ik van het werk van Ronald Ophuis weer. Mm-hmm. Die aandacht voor de precieze detaillering waarin het gebeurt. Ja, ja. En, nou dat is, ik zou twee dingen over kunnen zeggen. Ik gebruik geweld denk ik op een andere manier dan Ronald. Jij bent echt, je laat je inspireren door... door recente geschiedenis. Ja. Hè? Dus door de oorlog in Joegoslavië, door Sierra Leone. Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog, kampen. En dat is, je kiest gewoon voor een bepaalde situatie, voor een bepaalde scène. Ik ben over na gaan denken van hoe lang zit een vorm van geweld eigenlijk al in mijn werk. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk vanaf mijn eerste verhalen een rol speelt. Je hebt ze onlangs gelezen, begreep ik. De handen van Moeskops, een heel absurdistisch verhaal van een man met een rat die geopereerd wordt. En die handen gaan hun eigen leven leiden en die wurgen die arts die operatie uitvoert. Maar het geweld is eigenlijk pas echt met Hokford als kind in mijn... Dus ook misdadig geweld is pas eigenlijk met Hokford als kind echt in mijn roman gekomen. Maar het is wel... het fysieke geweld, niet misdadig, maar als uitbarsting, als grensoverschrijding, als bevrijding, zou je ook kunnen zeggen, in sommige scènes. Ja, als trauma ook. Ja, maar geweld kan ook bevrijdend zijn. Zeker. Dus ik gebruik het op heel wisselende manieren. En ik denk dat ik het vanaf Hokford als kind... ben ik ook heel bewust grensoverschrijding gaan gebruiken. Dus in die roman, dus in die derde roman, waarin de hoofdpersoon, een vrouw, uiteindelijk haar minnaar vermoordt, daar zitten een aantal gewelddadige scènes in. Er zit een verkrachtingsscène in op een schip hier in de Amsterdamse haven. Er is een gewelddadige scène in een woonboot. Dat is eigenlijk het voorspel voor de moord, die ik niet laat zien, maar ik creëer zoveel geweld in die woonboot, een ruzie die totaal uit de hand loopt tussen man en vrouw, dat je eigenlijk, je voelt al aankomen wat er zal gebeuren. Dat ben ik wel steeds bewuster gaan gebruiken en ook in Zwarte Schuur is het zeer bewust, omdat je gewoon voelt op een gegeven moment van nou, als ik dit gegeven ga gebruiken, dus een jongen van 14 over wiens leven in een paar seconden eigenlijk wordt beslist, dus één woedeaanval, één deal op de verkeerde plaats, dat beslist over zijn leven en dat traumatiseert hem en dat tekent hem, daar ontstaat dat hele werk uit. Dat is een hele doelbewuste beslissing. Ik heb het daar wel moeilijk mee, dus ik kan me ook heel goed voorstellen wat Ronald vertelt, dat je niet zomaar aan zo'n onderwerp kunt gaan werken. Dus ik vind dat die scène in die zwarte schuur op die hooizolder waar hij dat meisje die duw geeft, die heb ik al 6 of 7 keer geschreven. Dat vind ik dat is natuurlijk een heel eng gebied waar je dan ingaat. Vind je... Waarom? Want je hebt... Nou, het is echt huiveringwekkend. Je voelt dat je gewoon echt dus in het domein van het kwaad komt. Het is een transgressie. Als je het aan het schrijven bent, dan kom je ergens waar je, nou, je kan het niet wil zijn, wel je, wil zijn. Ja, je kan het. Kijk, je kunt geweld. Er zijn natuurlijk legio boeken waarin geweld beschreven wordt. Ja, ja. Maar het is gewoon, dat is maakwerk. Hè? Dus doen we er nog een onthoofding bij of niet? Hè? Schieten we nog een paneel? Ja, dat is allemaal maakwerk. Mm-hmm. Maar dit is natuurlijk een heel ander soort schrijven wat ik doe. Dus ik vind het daar ga ik niet zomaar in. Ook omdat ik weet, als ik dit laat gebeuren, dan heeft dat consequenties voor alles wat er in dit boek zal gebeuren. En daar ben ik jaren mee bezig. Dus het is ik moet dat ook. Ja, dus Ronald schildert ook een jaar aan een schilderij. En jij zegt, daar ben ik jaren. Dus dan moet je je jarenlang verhouden tot die gewelddaad. Nou, op het moment dat ik dus beslis om die scène te schrijven, dus waarin het misdrijf wordt gepleegd. Ja. Dan besef ik natuurlijk de consequentie. Dus enerzijds weet ik, dus vanuit mijn doelbewustheid als romanschrijver weet ik, ik ga echt groot drama creëren. En dat wil ik ook, want dat drama is eigenlijk ook weer een manier om dieper door te dringen in de menselijke psyche. Dat beginnen de Grieken al mee. Het allerheftigste laten gebeuren. En dan de hele zaak blootleggen. Wat er allemaal in mensen rondspookt. Dat interesseert mij natuurlijk ook steeds meer. Daar word ik me ook steeds meer van bewust, naarmate ik ouder word.
Dus ik gebruik dat drama ook steeds doelbewuster, ja, als een hefboom bijna, om een enorm deksel op te lichten en daar van alles te laten ontsnappen. Maar anderzijds ben je er ook van bewust, want ik zal me dus moeten inleven in zo'n man. Alle consequenties die dit heeft, nou dat... jij leest veel bij het schilderen. Ik heb me ook echt in trauma verdiept. Ik heb het niet over gehad, maar inderdaad, dat klopt. Dat. Ik ben natuurlijk ook bezig om... Maar dat zijn meer... Bij mij is het niet echt heel doelbewust... Ik heb een stapel boeken over trauma gelezen. Maar dat zijn meer dingetjes als... Kleine echt details. Dus ik las een interview met een hele bekende Franse schrijfster... die de kampen had overleefd. En die zei, ik ben eigenlijk nog steeds niet in staat om, als ik in Parijs naar de bioscoop ga, en een ticket kopen, dan moet ik de rij staan, dan kan ik dat eigenlijk niet. En dan stap ik daaruit, omdat ze dus in die kampen altijd in die rij had gestaan. En dat zijn dingen die lees ik, die zitten meteen in mijn hoofd. Dat is eigenlijk mijn research, in plaats van, ik heb wel heel veel over de Shoah gelezen, ik heb ook een heel dik boek over trauma gelezen van Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score. Dat is echt het meest actuele grote werk van een Nederlandse Amerikaan over alles wat trauma is. Dus te beginnen met het posttraumatisch stresssyndroom van Vietnam-veteranen tot alles wat er nu is, plus therapieën. Dus ik heb wel een heel algemeen en ook diepgaand beeld gekregen van wat trauma is, maar dat is eigenlijk niet mijn vorm van documentatie. Het zijn meer dingen die langskomen, die zich vastzetten en waar ik iets mee doe. Maar je zegt, die scène waar uiteindelijk al, dus de ellendige scène waar een meisje gedood wordt, ja, vermoord blijft even juridisch gesproken de vraag, maar ze wordt wel door hem gedood. Hij veroorzaakt haar dood, hè? Dus het is een misdrijf en het is dood door schuld. Dat is het oordeel van de kinderrechter. Ja, je hebt ook met kinderrechters, zeg je achteraan ook, hè? Gesproken. Het kinderrechter komt ook in voor, een prachtige scène van één bladzijde van een kampoverlevende Joodse rechter, die ook gebaseerd blijkt te zijn weer op een research van jou. Maar, ik heb haar gesproken en ik heb een klein mooi dankbaar portretje van haar gemaakt in het boek. Ja. Ja, ongeveer een bladzijde. Ja. Erg mooi. Maar zij doet hem voor het eerst beseffen dat hij daadwerkelijk iets heeft om zich voor te schamen en dat hij echt iets aangericht heeft. Want ja, hij is eerst op de vlucht geslagen. Ja, dus hij is met de veerboot 's ochtends vroeg Westerschelde overgestoken, in Zeeuws-Vlaanderen terechtgekomen. Na 3 dagen hield hij het niet meer uit, zich verschuilen in de vishut van zijn vader, daar gevonden. En dan, dan ging hij naar het gevangen in Middelburg, was nog zo'n ouderwetse koepelgevangenis. Ja. In de jaren 60 werd je dan nog bij volwassen mannen opgesloten. Een tuchthuis in. Ja, en zij is eigenlijk de eerste, hij zit in een roes. En zij is eigenlijk de eerste die, laten we zeggen dat ze na een week of na 2 weken, ik weet niet precies, maar dat ze voor het eerst elkaar spreken. In die tijd kon je dus een jeugdige delinquent ook, kon een kinderrechter ook in haar werkkamer ontvangen, met de ouders erbij en zonder de ouders. En de manier waarop ze naar hem kijkt, dus heel streng, echt heel streng, van jij hebt echt iets verschrikkelijks gedaan, maar toch met een vorm van betrokkenheid en mededogen, dat slaat bij hem naar binnen. En dat is het moment waarop hij voor het eerst echt voelt wat er gebeurd is. Maar je beschreef net hoe je die scène wel wat zei, 7-8 keer had herschreven. Ja, om hem precies goed te krijgen. Dus dan steekt alles zo ontzettend nauw. Ik was ook al schrijvend aan het uitvinden van wat wil ik nou precies, wat gebeurt er nou precies. Dus ik heb ook verschillende versies eigenlijk gehad van die gebeurtenis. En je zegt, ik lees wel allerlei boeken over trauma en zulke dingen, maar dat is niet echt mijn research. Ik ben zo benieuwd waarom je net zei dat het eigenlijk heel eng is, dat zijn mijn woorden, ik paraphraseer je een beetje, maar om die scène te schrijven, om daar binnen te gaan. Het domein van het kwaad, binnen te gaan. Wat is daar moeilijk of problematisch? Ik kan er niets aan doen, maar ik denk nu gewoon aan Flaubert. Het is misschien een beetje een cliché, maar toen Flaubert die scène moest schrijven waarin Madame Bovary zichzelf vergiftigt, die heeft hij 's nachts geschreven. En toen werd hij zelf misselijk.
Ja. En dat is geen leugentje, want ik ken zijn werk goed genoeg om te weten dat hij dit soort heftige reacties had. Mm-hmm. Dat is iets, ja, dat herken ik. Dus dat is die inleving is zo sterk. Misschien is het beter om te zeggen, je gaat een demonische wereld binnen. Mm-hmm. Dat voel je, het is demonisch. Ja. Laten we zeggen, zoals ik. Ik beschrijf een zwemtocht van Maris die op Gomera te ver de zee in zwemt. Gevaarlijk ver. Hij zwemt het laatste jacht voorbij en dan komt hij in een gebied. En hij heeft het gevoel dat hij echt de goden verzoekt. Ja. En ik heb zelf... Hij voelt de diepte opeens. Hè? Ja, ik heb dat ook. Ben twee keer op de Etna geweest. De tweede keer heb ik dat zelf ook gevoeld. De top was helemaal besneeuwd. Je kon niet helemaal boven komen. De top was in wolken gehuld. Maar ik ben wel met lichte ademnood helemaal naar boven gelopen. En op een gegeven moment ga je verder dan je eigenlijk kunt. En daar kreeg ik ook het gevoel, nu ga ik echt een demonische wereld binnen. Een wereld waar mensen niet thuis horen, waar andere krachten heersen, waar je aan iets misschien ook, waarin je misschien ook irrationaliteit, gebruik je dat woord, dat roep je misschien ook in jezelf op. Mm-hmm. Dus Maris die te ver in zee zwemt, die roept natuurlijk ook iets in zich op, die maakt iets in zichzelf los. Dus als jij die scène schrijft, ga je te ver in zee? Dan ben je voorbij de laatste boot. Nou, je neemt risico. Hè? Ja. Je wil schrijven op het scherp van de snede. Ja. Je neemt je persoonlijk risico? Je neemt risico, zeg je? Als ik zo'n scène schrijf, ja? Nee, zo zou ik het niet noemen. Ik voel wel het contact met een demonische wereld. Ja, dat roep je kennelijk in jezelf op. Dus zoals Flaubert misselijk wordt als hij een... want hij heeft dan ook met Madame Bovary heeft hij ook jarenlang geleefd. Dus hij zit echt in het slot van zijn boek. Ja. Hij schrijft het ook 's nachts, meen ik. Via zijn brieven weten we dus heel precies hoe dat boek is ontstaan. En hij wordt daar echt misselijk van. Het grijpt hem hevig aan. En dat begrijp ik wel. Dus en ik denk ook dat het goed is dat je inleving in personages zo sterk is, vooral in hoofdpersonen, dat je zover gaat. Dat je zover met ze meegaat. Jazeker. Ja, ja, ja. Even. Tussenvraag aan jou, Ronald. Oek beschrijft een bepaald voorbij de laatste boot zwemmen, de Etna, de binnentreden in het domein van het kwaad. Als je dat aan het schrijven bent, als je dat maken bent. Je maakt iedere keer weer zo'n schilderij, je hebt heel veel ervaring in. Begrijp je dat of is dat heel anders? Of? Nee hoor, dat voel je elke keer weer opnieuw. Als ik zo'n onderwerp de hand neem en zo'n plan komt naar boven, het doet me altijd denken aan vroeger, toen ik een jaar of, nou, ik weet echt niet hoe oud ik was, ik zeg een jaar of 10, 11, 12, dat we met mijn ouders naar de katholieke kerk gingen en met Paas en je hoort het paasverhaal en dat je dan hoort dat het volk schreeuwt van we willen Barabbas bevrijd hebben en niet Christus. Mm-hmm. Dat ik me dat gewoon heel goed kon voorstellen, dat ze schreeuwden om de dood van eigenlijk een onschuldig iemand. Bloed. Ja, ja. En dat het verhaal ook beter maakte. En dat is natuurlijk hetgeen wat je... Ja, dat is een saai verhaal geworden als ze Christus in huis hadden gestuurd. Ja. 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 Nou, in de Matthäus Passion, hè, dan schreeuwt het volk Barabbam. Hè. Ja. Daar zit dat helemaal in. Dat is heel angstaanjagend. Ja, dat is ook bijna atonaal. Hè? Barabam. Ja, in één keer wap gaat dat er overheen. Ja. Ja. Dus met dat je besluit om het te doen, wordt het inderdaad angstaanjagend. Omdat je niet weet wie je dan bent eigenlijk. Omdat je niet weet wie je dan bent, jij als schilder, als kunstenaar. Ja. Dus we hadden het in het begin even over deugen. Dat weet je dan niet meer. Ja. Hoe betrouwbaar ben ik? En dan bedoel ik niet direct van wat zou ik doen in zo'n situatie, maar wel als... Nee, dat is veel te simpel. Ja. Je maakt je los van conventies. Hè? Dat speelt bij mij altijd een rol. Dat ik bij het romanschrijven wil ik ver voorbij die conventies zien te komen. En je ziet als je begint te schrijven dat je in de eerste versie, dat je vaak gewoon nog helemaal gebonden bent aan die conventies. Dus, en dat is ook logisch. Iedereen reageert in principe conventioneel
Of toont conventioneel gedrag, want dat is gewoon wat je geleerd hebt. Normaal mens. En dat is een normaal mens. Ja, ja. En ik, ja. ik streef naar wat Reven gezegd heeft, er komt weer geen normaal mens hier voor. dat is wat ik wil. Want dan ben je pas ergens. Ja. Of dan kom je pas echt ergens. Maar het normaal zijn is ook niet uitdagend, denk ik, als kunstenaar. Nee, er is helemaal niks aan, omdat... Nee, als je houdt aan de vastgelegde moraal, of als je denkt van nee, nou, zoals wij de Christus aan het kruis beschouwen, dat is een makkelijk identificatieproces. Hè? Je identificeren met het slachtoffer, dat geeft jou een gevoel van heiligheid. Ja. En een sereen, zuiver gevoel. Ja. En dat, dat is iets wat ik wel wantrouw. Zuivere gevoelens. Ja. Ja. Nou, dat is een conventie geworden. Ja. En jij treedt met je schilderijen buiten die conventie. En je kunt de kruisiging van Grunewald, die ik in mijn boek gebruik, die kun je nog altijd aangrijpend vinden. Tenminste, ik wel. Zeker als ik hem echt aan detail bekijk. Foto's. Maar ja, dat speelt zich wel in een bepaalde conventie af. Ja, maar die is wel echt uitzonderlijk. Die kruisiging. In de traditie van alle kruisigingen. Ja, dat is een van de heel weinige kruisigingen die mij echt iets doet. Mm-hmm. Ik kan naar een kruisiging van het Zurbaran kijken. Die is esthetisch gewoon fantastisch mooi gedaan. Hij kan vooral heel goed wit schilderen tegen die donkere achtergrond. Dat heeft wel iets, maar het is niet iets wat je raakt. Zoals de kruisiging van Grunewald je raakt met al zijn gruwelijke details, het gestolde bloed. De vraag van, leeft die man nog of is hij eigenlijk al dood? Sommige mensen zien er een lijkkleur in. Ja, de kruisiging van Grunewald, schildering die Colmar hangt dat grote triptiek, of Napoli, die een enorm, ja. Een enorm altaar met aan alle kanten schilderijen, die cruciale rol ook in de roman, hè, speelt dat, want daarna een soort doorbraak voor hem als hij in de nacht daar naartoe rijdt en uiteindelijk tot nieuw werk komt omdat hij dat schilderij ziet, die kruisiging. Je zegt ja, maar jouw werk gaat de conventies voorbij. Grunewald ging natuurlijk op dat moment ook alle conventies voorbij. Dat was zo'n uitzonderlijke kruisiging met zulke andere iconografische dingen dan wat gewoon en gebruikelijk was. Ja, ik denk dat we dat moeilijk kunnen beoordelen, hoor. Ik denk wel dat het ook in die tijd een heel opvallend kunstwerk was. Heel opvallende kruisiging. Maar er zit ook, het is ook de tijd van het manierisme, dus dat zit ook in die handen. Ja. Alles is eigenlijk groter dan normaal. Ja. Holte hier, het is allemaal uitvergroot. En het is behoorlijk gruwelijk. Ja, het is van een gruwelijkheid die aangrijpend is natuurlijk, maar... Maar ik, dat noem ik dus subliem realisme. Dat vind ik... Dus de kruisiging van Grunewald is met enorme toewijding geschilderd. Ik denk dat daar ook voor een man uit die tijd een vorm van devotie in zit. Ja. Om zijn Christus, om dat hele lijden uit te beelden. Ja, maar dat in zijn tijd... Maar ook het effect. Devotie en aandacht zijn bijna hetzelfde woord. Hè? Letterlijk ook, in allerlei liturgieën. Ja. Aandacht had ik het met Ronald even over. Mm-hmm. En toen kwamen we op het woord erbarmen. Mm-hmm. Hè? Omdat het aandacht is over de aanwezigheid van allerlei dingen in de wereld die gruwelijk zijn. Mm-hmm. Die aandacht heb jij ook altijd voor detail. Hè? Dat schrijven met aandacht, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En niet voor niets denk je dat Grunewald erin zit, omdat je denkt dat ook een schilderij is wat een schilder zou inspireren vanwege al die details. Je hebt het over het bloed wat over de voeten loopt. Ja. En je hebt het over de plantjes die er staan. Huh? Maar wat ik net aan Ronald vroeg, ook aan jou gevraagd, die aandacht, is dat een manier om iets van erbarmen in de lezer op te roepen? Aandacht voor detail? Ja, ik zat net te denken over dus het realisme van jou, als ik het zo mag noemen. En mijn realisme, wat daar de verbinding tussen is. Ja, realisme wat wel
fotorealisme. Hè? Het is een heel gek. Ja, ik gebruik het woord realisme, maar niet in de 19e eeuwse zin. Nee, hè? Okay. Ik altijd weer gezeur over. Hè? Dat mensen bij realisme denken dat ik hele lange beschrijvingen maak en zo. Ja. En dat doe ik natuurlijk absoluut niet. Nee. Hè? Ik bedoel, het is een en al. 21e eeuwse realisme. Het is een en al springerigheid. En, ja. maar ik. Aandacht, ja. Ik denk dat het klopt als je zegt van nou ik gebruik dat gedetailleerde en plus ruwe, ook om de aandacht van mensen vast te houden. Voor mij is het aan de ene kant dat sublieme realisme van Grunewald, dat spreekt me aan. Daar heb ik gewoon een hele ouderwetse, maar toch ook 21e eeuwse schoonheidspretentie mee. Dus ik vind het. Ik vind het gewoon prachtig om allerlei observaties, allerlei ervaringen die ik heb, om die in een paar goede zinnen vast te leggen in een boek. Dus er speelt zoiets als een vereeuwiging. Ik leg het vast, ik registreer het. Die aandacht die ik heb, die zintuigelijke aandacht, die moet een vorm van schoonheid creëren voor mij. Dat doet hij ook als ik het teruglees. Maar ja, dan niet een hele conventionele schoonheid, maar ik hanteer dat begrip toch. En je gebruikt het realisme ook, en dat is misschien wel een interessant onderwerp om over te praten. Het gaat natuurlijk ook over effecten. Hm. Hè? Ik zat vanmiddag naar een aantal schilderijen van je te kijken en dan zie je dat jij bijvoorbeeld onder het slachtoffer altijd zo'n grote donkere plek schildert. Hè? Wat niet altijd bloed hoeft te zijn, maar het is gewoon een soort aandachtsveld of zo wat je creëert. Dat is een effect. En ik gebruik realisme natuurlijk ook om effecten te creëren. Geef eens een voorbeeld, zoals zeg maar de donkere vlek onder het slachtoffer. Wat is dan een realistisch manier om effect te resulteren in de lezer? Nou, dan moet ik snel de bladzijde omslaan in mijn hoofd. Ja, misschien heb je hem niet, het hoeft ook niet. Nee. Nou, je kunt, daar ben ik ook altijd wel op uit. Je kunt een alinea afmaken en gewoon één zin zetten die even een schok geeft. Laten we gewoon een sensueel detail nemen. Maris die gaat naar het vliegveld om Stan, zijn stiefdochter, af te halen. Die terugkomt, oorlogsfotograaf uit het Midden-Oosten. En dan ziet hij. Ze zijn al in Amsterdam en hij is steeds bang dat ze de telefoon zal pakken omdat ze dan zal lezen dat grote verhaal over hem in dat weekblad. Hij weet niet of ze het al weet. En dan ziet hij gewoon wat je kan doen als je die telefoon pakt. Dus je tilt je onderlijf even op en je haalt die telefoon eruit als je in de auto zit. Van de zitting zit. Af. Hè? Ja. Nou, dat maakt natuurlijk dat is gewoon een erotisch detail. Zijn oog valt daar gewoon op. Je bekken tilt zich op, hè? Zeg maar. Ja, en kijk. Beweging van dat vrouwenlichaam. Ja. Dus er is al spanning. En dan is dit gewoon een heel doelbewust effect wat ik erin zie. Ik zie het eerst wel gebeuren, maar daarna denk ik, dit kan ik ook gebruiken. Ja, het is realisme wat je gebruikt voor een effect. Ja, het veroorzaakt iets bij hem, bij Maris, maar natuurlijk ook bij de lezer. We hebben drie fragmenten gekozen, ik weet niet of we van alle drie toekomen, maar we hebben gevraagd of je iets wil voorlezen uit dit boek. Die hebben jij niet gekozen, ik heb wij gekozen. met ook wel een reden natuurlijk. Ik zou eigenlijk willen vragen, dit fragment wat we het eerste gekozen hebben, of je daar een stuk uit kan lezen. Nou, even zien hoor, het begint bij. Kijk, hier, zoiets bijvoorbeeld daar. Ja. Ja, dit is Maris Kopolse op het Goerse Sas. Die is hier 14 jaar. En daar loopt hij tegen een aantal iets oudere jongens uit. Het is een verlaten plek aan de Oosterschelde, een sluisplaats. Waar hij tegen drie jongens aanloopt, boerenjongens die uit een cafeetje komen wat daar ligt. Ze hebben ook iets te veel gedronken. Ze hebben ook iets te veel gedronken. Ik ga dit nog een keer doen, want hij zit tegen je mooi over hem dan. Ja. Wat moeten jullie van me? Vroeg hij. De verkeerde zin. Zijn stem klonk geknepen. Hij hoorde het en dat maakte hem nog bozer. De grootste van de drie posteerde zich nu vlak voor hem. Zijn blouse stond twee knoopjes te ver open en toonde een gladde, haarloze borst. Zijn ogen waren bloeddoorlopen. Nog voor het eind van de zaterdagmiddag was hij stomdronken. Hij zette de vijf vingers van zijn linkerhand op Maris' borst en gaf hem kleine, jennende duwtjes.
Bij elk duwtje brulde hij, zijn rood aangelopen hoofd naar voren stekend. Ei, ei, ei. Hij scheen niet meer behoorlijk te kunnen praten. We willen hem zien, riep de kleine, we willen hem zien. Maris kon zich niet langer beheersen. Hij sloeg de hand op zijn borst weg en stootte die dronken stier van zich af. Hij stormde vooruit, vloog tegen de dijk op, om de jongens heen, maar het lukte hem niet om als eerste de sluis te bereiken. De derde jongen, die de kortste weg had, sneed hem de pas af, de sluis afsluitend met zijn lichaam, een kille blik in zijn ogen. Maris rende terug naar de sluis aan de zeekant, maar hij werd ingehaald door de kleine, die heel snel was op rappe benen en hem onderuit haalde met een venijnige sliding, die hij op het voetbalveld al heel wat keren op tegenstanders had uitgevoerd. Maris viel en smakte met zijn jukbeen tegen de stenen. Hij haalde een hand en een onderarm open bij het breken van zijn val. Pijn voelde hij niet. Hij draaide zich op zijn rug. De kleine stond over hem heen, lachend en blaffend als een hond. Maris trok een been op en stampte zijn voet in het kruis van de knaap. De jongen kromp in elkaar. Half overeind gekomen werd Maris gegrepen en meegesleurd over de dijk heen, uit het zicht van wie zich bij de sluis mocht vertonen. Terwijl hij zich verzette, ziedend van drift, werd hij geslagen en geschopt. De kleine leefde zich op hem uit met gerichte trappen, tegen zijn benen, in zijn buik. Bij elke trap stootte hij een kreet uit. Het was of hij eindelijk lucht kon geven aan een lang bedwongen woede. In een waas zag Maris opeens de badhokken. De kleine opende een deur. De twee anderen smeten hem naar binnen. Hij sloeg met zijn voorhoofd tegen een kleine spiegel die aan de achterwand hing. Het glas versplinterde en drong in zijn voorhoofd. Hij zakte in elkaar op de betonvloer en in de verte, aan de rand van zijn bewustzijn, hoorde hij de jongens over de sluis klossen en hun brommers starten. Ja, dank je. Ja. Drie jongens die één jongetje in elkaar timmeren. Hè? Jongetje weet ook al wat er gaat komen, dat hij net het verkeerde zegt. En dan weet hij al, dan is het moment waar hij om de een of andere reden dat oproept en elkaar geramd wordt. Ja, zijn zin is niet overtuigend. Dat voelt hij meteen. Ja, en daarmee dat roept nog meer agressie op. Precies, een soort ja. Eerste bloed in het water en dan ja. Komen ze helemaal op af. Ja, ja. 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 Dus zijn angst eigenlijk en zijn verkeerde reactie. En dan zijn die drie jongens gewoon meedogenloos en die trappen hem. Ze hadden net zo goed dood kunnen trappen ongeveer. Ja. Ja. Ja, op het moment dat je dieren voelen of je bang bent of niet. Dat is natuurlijk bij mensen precies hetzelfde. Dus die jongens die voelen zijn angst. En dat roept nog meer agressie bij ze op. Ja. En een scène die jij makkelijk had kunnen schilderen, denk ik. Mm-hmm. Oh ja, je hebt zoiets geschilderd, hè? Die scène die is volgens mij is erbij gekomen, die kleedkamer. Die jongens van het voetbalteam. Ja. Ja, die één jongetje van het voetbalteam te grazen nemen. Vernederd wordt door ja. Dat zijn colafles tussen zijn billen rammen. Ja. Ja. Terwijl ik het voorlas, zag ik ook het schilderij opdoemen. Ja? Nou. Ja. Ja. Dat jij hier nu zit. Ja, En waarom is het belangrijk om dit soort scènes te schilderen en te schrijven? Nou, het kan. Dat is een soort eindvraag. Hè. Daar denk ik nooit over na als beginvraag. Nee, dat begrijp ik. Het is. Dat begrijp ik. Het begint met een verbazing. Hè. Dus ineens herinner ik me die scène door een andere. Door een ander verhaal. Dat zich dat had afgespeeld in mijn jeugd. En toen dacht ik, dat was toen eigenlijk zo verwarrend dat ik het helemaal wegdrongen. En is dat dan een waargenomen scène of een verteld verhaal uit je jeugd? Nee, dit is een waargenomen verhaal. Ik was daarbij. Ja. En toen dacht ik, hoe kan het dat ik dat weg heb gestopt? Ik bedoel, ik heb daar nooit meer aan teruggedacht, aan dat moment. Aan een moment dat hier, min of meer, zo'n moment? Nee, met die colafles. Ja, ja, nee, het moment dat precies van jou schilderij. Toen dacht ik, omdat de verwarring van dat moment is. Toen nog wat idee had, toen ik wat jonger was, goed en kwaad, dat is gescheiden. En je behoort tot hetzelfde voetbalteam en je strijdt tegen een ander voetbalteam. Dus dan is het eigenlijk niet de bedoeling, in mijn naïviteit, dat je onderling dan ook nog eens dingen gaat uitvechten. Ja. Want je bent je traint met elkaar, je probeert een soort machtsblok te vormen. Dit gebeurde na de wedstrijd, na een training.
Nee, dat was op een toernooitje, dus we speelden de hele dag door. En dan tijdens zo'n moment van stilte, dat je eigenlijk een boterham gaat eten en je glaasje limonade drinkt, gebeurde dit. Waarbij een van de jongens uit het team ontkleed werd en zijn colafles tussen zijn billen stopte. Ja. En soms is er, ja, dan voel je dat je een sterk beeld hebt. Ja. Dat klinkt natuurlijk opportunistisch, maar ik vond het toch een belangrijk beeld om bij het woord belangrijk terug te komen. Ja, het is inderdaad voor mij ook niet een vraag van waarom ga ik dit opschrijven. Nee. Inderdaad een eindvraag of iets waar je helemaal op, als het al gebeurd is, jezelf vragen bij kunt stellen. Nou, voor mij gaat dit ook terug op een dreiging die ik als jongen wel gevoeld heb op Zuid-Beveland, op het eiland. Dat is mij nooit overkomen, maar het is een dreiging die ik goed ken. Die ik kennelijk vorm wil geven. Mm-hmm. Misschien heeft het voor mijzelf bijna een bevrijdend of therapeutisch effect om zo'n scène te schrijven, maar dat is helemaal geen motief hoor. Dat is niet iets wat ik bedenk. Ik denk van, nou, dat voelt goed om dat nu te gaan doen. Nee, het is meer het creëren van drama. Ja. En dan wil ik het wel echt neerzetten. Dus dan ga ik dit ga ik niet in drie regels vertellen. Dat vind ik dat zie ik ook veel te duidelijk voor me. Met te veel details. En dan gaat het ook over effect. Je kan het in drie regels samenvatten, maar ik neem er een dikke bladzijde voor. Mm-hmm. Om het echt goed neer te zetten. En het speelt een grote rol in het verhaal. Dus ik moet het ook uitgebreidheid geven. En ik moet het bij de lezer heel sterk naar binnen brengen. Kan het niet samenvatten. Dat is het eigenlijk. Ik moet de hele scène schrijven, omdat hij in de hele psychologische make-up van Maris, met iets wat een week later gebeurt in die zwarte schuur, daar is dit eigenlijk het voorspel of de inleiding op. Dat moet ik er bij de lezer heel diep inzetten. Dat moet echt dan volume hebben. Ja, ja, ja. Maar heb je nou ook het idee dat je getriggerd wordt door de traditie van de literatuur? Dit ken ik eigenlijk zo gauw niet uit. Nee, niet in die zin, maar dat je denkt aan andere schrijvers die je bewondert of waar je verwant mee voelt. Dat je denkt, die traditie wil ik ook voortzetten. Want bij jou was ik ook onder de indruk van toen jij zo'n soort scène of een vergelijkbaar drama beschreef. Of... Nou, het eerste waar ik nu aan denk, wat meegespeeld zou kunnen hebben. Ik heb jaren geleden een kleine bloemlezing gemaakt van late verhalen van Tolstoj. En Tolstoj heeft, liep hij al tegen de 90, heeft hij in één dag een fantastisch verhaal geschreven. Dat heet Na het bal. En daarin beschrijft hij hoe een soldaat die een kleine fout heeft gemaakt, echt iets heel onbelangrijks, hoe die spitsroede moet lopen. Ja, dus dat was de geëikte straf in Rusland in die tijd, 1890, 1900. Dus alle soldaten van het bataljon stellen zich op met stokken en die slaan op je rug. En je moet er 10 keer, 20 of 100 keer door. En als dat maar lang genoeg doorgaat, overleef je het niet. Mm-hmm. En Tolstoj ziet dan ook een generaal met wie hij de vorige avond, dus na het bal, dus op het bal, heeft hij een mooi gesprek gevoerd met een man. Die generaal, en die ziet hij de volgende dag executie, maar het is die straf, dat spitsroede lopen, ziet hij daar staan. Dat kan hij natuurlijk helemaal niet met elkaar rijmen. En daar staat die kerel ook en die laat dit gewoon gebeuren. En dan op het eind, dat heeft ontzettende indruk op mij gemaakt. Ik weet niet of Tossel al met camera's bezig was, maar op het eind van die scène zoomt hij helemaal in op de rug van die man, die dus helemaal tot pulp geslagen is. En dat in een paar fantastische zinnen roept hij dat helemaal voor je op. Dus zoiets kan dan wel een impuls zijn. Maar op het moment dat ik deze scène die ik net voorgelezen heb schrijf, denk ik daar eigenlijk niet aan. Maar nu ik met jou zit te praten, komt dat op. Dus dat zou best een rol gespeeld kunnen hebben. Maar ik ken niet zo heel veel voorbeelden. Maar het realisme van Tolstoj, dat spreekt me ook weer aan. Dus het tegenwoordig stellen van dingen. Tegenwoordig stellen? Het aanwezig maken. Hè? Dus het... Dus jij zegt, je leest dit boek en je ziet alles voor je. Het is aanwezig. Dus je stelt het tegenwoordig voor de lezer. En daar gebruik je je hele techniek voor. Je stelt het tegenwoordig. Je probeert de lezer
in aanwezigheid te zijn van de scène die je schrijft. Ja, nou, je hoort Ronald praten, daar stuur ik een beetje op aan. Dat vind ik dus interessant. Kijk, jij hebt dus ook manieren, hè, om die lezer of om de toeschouwer met dat schilderij te verbinden. Ja. Dus je vertelde daarover hoe je dat doet. Hè? Dus dat je een soort vertraging inbouwt. Hè, het is geschilderd, het is de schilderkunst ook interessant. Dus je gaat langer kijken, dus je bent langer geketend aan dat beeld. Het dringt dieper in je door, dus dat is wat je doet. Je wil het diep laten doordringen in de toeschouwer. Je wilt het bewustzijn van de toeschouwer zo lang mogelijk vasthouden eigenlijk, aan de scène die je maakt. Ja. En of dat die nou geschreven of geschilderd. Dat doe ik met zo'n scène die ik hier beschrijf, doe ik dat op precies dezelfde manier. Het mooie bij Tolstoy vind ik dus van die scène van na het bal, hè, waar hij dat spitsroede beschrijft en dan tenslotte uitkomt bij die kapotgeslagen rug van die soldaat, vind ik dat dat het geweld zo prachtig is ingebed in zo'n... dat deed hij ook zo prachtig in de dood van Ivan Ilitch. Hè? Dus Ivan ligt daar dood te gaan en zijn vrouw en zijn dochter vinden het eigenlijk een pain in the ass dat die man ziek is en dat hij dood ligt te gaan. Het duurt ontzettend lang en ze willen gewoon, er is een bal en daar willen ze naartoe. En dat is hun grootste... Dus hij kan heel mooi dit soort contrasten die ik als uiterst reëel ervaar, dat kan hij heel mooi maken. Dus na het bal doet hij dat ook, die kapotgeslagen rug en dan die generaal, ontzettend beschaafde man. Maar hij weet dat heel goed binnen te brengen. Die contrasten. Hè? Ja. Overigens, de moeder van de hoofdpersoon heeft de netheid, schrijf jij, om gewoon dood te gaan zodat ze nog naar Nieuwsuur kunnen kijken die avond. De dood van Ivan Ilitch duurde langer en was erg onbeschoft van Ivan Ilitch dat hij er zo lang over deed. Hè? Ja. En die moeder... Ja, hij is een hele dominante vrouw. Ja, die is toch maar in één keer dood. Ik wilde haar tot het einde toe dominant laten zijn. Dus toen kwam die opmerking voorbij van... Ja. Als ik nou een beetje opschiet met doodgaan, dan kunnen jullie straks nog naar Nieuwsuur kijken. Ja. Ja, het lukt er ook. Hè? Ja. En ze zijn er ook trots op dat het haar lukt. Is er nog, als ik naar jullie werk kijk, hè, dan denk ik, er zijn daders, hè, er zijn allerlei daders. Hè, in jullie beide werk. Maar is er ook zoiets als, er is natuurlijk een heel groot verschil, zeg maar, met het kwaad doen, maar er is ook gewoon kwaad. Hè? Er is ook gewoon, ik bedoel, die arme Maris, hij bedoelde het niet, hè? Het gebeurt hem wel. De rest van zijn leven heeft hij er last van. Hij was er op die plek. Hij had er ook niet kunnen zijn, want hij had ook een oude man kunnen helpen met het zeisen, het snijden van het gras. Was het hem niet gebeurd? Hè? Als die man had geholpen en iets beter had geluisterd naar zijn medeleven met die man, dan was het hem niet overkomen. Hè? Ja. Dat is ook... Heel veel van de schilderijen die jij schildert, ze hadden er ook niet kunnen zijn. Of het had ze ook, wat je beschrijft over die jongens die afschuwelijke dingen doen. Maar ja, ze hoeven dan niet naar de frontlinie. Mm-hmm. Dus het is ook iets, ze zijn gevangen. Er is ook iets wat niet gemaakt wordt door mensen, maar wat er gewoon... De omstandigheden. Ja. Ja, ook. Ja, zeker. Even terugkomen op... Wat Maris doet met dat meisje, ik weet bijna zeker dat hij in het split second wel van tevoren heeft bedacht. Of het is in ieder geval door hem heen gegaan dat het ook heel slecht zou kunnen aflopen wat hij deed. Misschien dat hij niet eens dacht dat ze zou sterven, maar je voelt met zo'n daad dat je iets doet wat een grens gaat overschrijden. Ja, nou, dus hij moet weg. Hè? Dat is de beweging, ze moet gewoon weg. En ik denk dat de meesten van ons dat wel kennen uit onze jeugd. Hè? Of tenminste, wij speelden dan soldaatje of cowboytje en indiaantje. En daar gebeurden ook dingen waarvan je wist, dit is eigenlijk niet goed. Omdat je die spanning wilde oproepen. Als je heel eerlijk bent, zijn die momenten er natuurlijk nog steeds wel eens. Mm-hmm. Je kan altijd ook zoiets doen, ook in je werkende leven, ook in je... Er zijn natuurlijk momenten dat je weet... Wat bedoel je? Het is niet het juiste om te doen. Gewoon. Je kan weglopen. Oh, ja. Je kan op bepaalde momenten weglopen, toch? Je kan even uit het raam van de tram kijken. Als daar in elkaar is... getikt wordt of zo. Ik bedoel, er kunnen. Ik weet het nou niet meteen, maar ik weet wel zeker dat dat niet alleen was toen ik 14 was. Laat ik het zo zeggen.
Maar ja, kijk, je ziet, nu zie je al in dit gesprek, hè, voor een publiek, dat het heel moeilijk is om echt over het kwaad te spreken. Ja. Hè, omdat je natuurlijk, hier zitten we ook weer, hè, min of meer in een conventionele wereld. Absoluut. Hè, en het de wordt roman, nog uitgezonden op het internet ook. Dus. Ja, hè, en de roman en het schilderij, die zijn er natuurlijk juist om die zaak open te breken. Welke zaak dan? Nou, om te laten zien, in een roman, ik vind het dus interessant. Daar bleef ik eigenlijk ook wel een heimelijk plezier aan om mensen dingen te laten denken waarvan je denkt van ja, dat is dat mag je niet denken. Want Maris is ook een problematische figuur natuurlijk, ja. Op allerlei manieren, hè? Ja, dat leef je in mee. Ja, het is echt iemand met donkere kanten. Ja. Hè? En jij vindt het, je beleeft er plezier aan en dat is ook de bedoeling van een kunstwerk om de lezer dingen te laten beleven, de kijker, de toeschouwer, de dingen te laten denken. Die... Ja, dat, gewoon omdat ik vind het dagelijks leven vaak gewoon saai, hè, of frustrerend. Omdat die conventies er zijn. Omdat je jezelf daar ook aan onderwerpt. Hè. Ik heb bijvoorbeeld in gesprekken kan ik echt de neiging hebben om hè, als er voor mijn gevoel te weinig gebeurt, om een beetje te gaan provoceren. En gewoon één ding te zeggen waardoor echt iets gaat gebeuren. Hè. Dat is het voor mij, er moet wel iets gebeuren. Ja. Maar het is natuurlijk vaak saai. En als je schrijft, ja, dan kun je gewoon die hele zaak, die kun je gewoon opentrekken. Heerlijk. Ja. Ja. Nou, dat is het, hè, dat is een aspect, maar dat is, ik heb dat plezier zeker. Ja. Dus als ik die opening in het Stedelijk beschrijf, wat daar gebeurt en hoe mensen kijken, en dat vind ik heerlijk. Maar het is ook gewoon satirisch. Nou, ja, het is ook hartstikke realistisch. Ja, maar voor mij zit er dan een element van satire in. Ik ben in mijn leven heel wat openingen van de Stedelijk afgestampt. En jullie twee waarschijnlijk ook. Het is een buitengewoon... Ja. Echte beschrijving is van, jij zegt satire, maar... Nou, dat voel ik er dan zelf in. Hè? Laten we zeggen, ik heb een portretje van Beatrix Roef gemaakt. Dat is voor mij gewoon satirisch. Hè? Gewoon die vaardigheid die ze heeft om als ze je voor het eerst ontmoet, het te doen alsof ze je al heel lang kent. Hè? Dat je zelf ook echt dat gevoel krijgt van, de vaardigheid die sommige mensen hebben. Ik heb dat bij haar niet geobserveerd, hoor, maar dat schrijf ik haar toe. Nou, dat is natuurlijk... Maar dat kan zou me niet verbazen als ze zo is, als ze dat kan. Maar ja. Dat vond ik leuk om te doen. Ja, ja. Maar het kwaad, kijk, dus het kwaad zit voor jou vooral in deze beelden uit de recente geschiedenis. En voor mij is het veel groter en veel breder. Dus echt ik begin bij het kleine, alledaagse, onbewuste kwaad. En dat gaat door naar misdaad. Maar ik probeer gewoon de hele boog te overspannen. Nou ja, maar ik denk dat ook wel een groot verschil is tussen... Zeg, veel grensoverschrijdingen in jouw boek, tenminste, ik herken die spanning ook wel in mijn eigen huwelijk. Mm-hmm. Maar je wilt dat ook niet altijd benoemen in je huwelijk, omdat je weet dat het zorgt voor een soort spanning, waardoor ons leven niet saai is. Maar als we dat gaan analyseren, dan wordt het een echtscheiding. Mm-hmm. Ja, je kan natuurlijk in een roman dingen beschrijven die je niet uitspreekt. Maar ik heb echt ja, jij had op een gegeven moment Zwarte Schuur gelezen en toen zei je van, ja, dat kneepje in die wang, wat de galeriehouder Maris geeft na afloop van een gesprek. Waardoor Maris zich vernederd voelt. Even dat kleine kneepje zo in zijn wang. Nou, voor mij valt dat onder het alledaagse kwaad. Hè, terwijl die galeriehouder dat helemaal niet zo bedoelt. Maar Maris ervaart dat. Dat is voor hem heel pijnlijk en kwetsend. Ja. Hè, maar je vraagt me wel meteen af of die galeriehouder dat niet weet. Ja, er zit natuurlijk een element van sarcasme in of iets. En hij, het is voelt een zich gewoon, hij voelt zich gewoon in zijn hele staat van diepe depressie niet gezien. Door degene die dat juist wel zou moeten zien. En dat wordt dan afgerond met zo'n lullig gebaar. Maar ja, dat is ook het kwaad. Hè? Dat is ook het kwaad. Nou, voor mij is het heel
Heel ruim. Dus ja, ik denk dat die galeriehouder op dat moment, zijn beste schilder, een man waar hij van houdt en waar hij heel veel voor doet, toch als reactie op het gesprek wat ze daarboven bij Metz in dat restaurant hebben gehad. Ja. Als reactie daarop schiet er ineens een adder tevoorschijn. Dat is dan dit. Maar het is heel effectief, want hij gaat daarna zijn beste werk maken. After Grunewald, de hele serie die dat komt, toch groot. Het kan ook helpen. Ja. Hij geeft hem ook een schop, in feite. Ja, precies. Bijvoorbeeld. Dus het een kan in het ander verkeren. Het wordt iets heel goeds. Het wordt zijn beste werk. De cyclus waarmee hij doorbreekt en internationale faam maakt. Ja, maar dat vind ik de kracht van Maris, dat hij in staat is om alles wat negatief is, uiteindelijk naar positief te draaien. Dus hij, van dat zware trauma waarmee hij leeft, dat weet hij toch zo te draaien dat hij er echt, dat hij een hele goede schilder wordt. Ja. Hij weet ook in zijn leven, weet hij dingen zo te draaien, dat hij toch zich kan blijven ontwikkelen. En niet destructief, maar uiteindelijk maakt hij er een kunstwerk van. Ja, want veel mensen blijven in het trauma zitten en dan wordt je leven statisch. Hè? Dan kun je dus absoluut niet verder. Toch even terug naar wat Ronald net zegt. Ja, als je in een huwelijk dingen zo dooranalyseert, hè, als gedeeltelijk hier wel gebeurt natuurlijk, dan daar is geen huwelijk tegen bestand. Toen stapte jij over op het voorbeeld van Heb je goed van gezien, Metzen, ja kneepje. Hoor. Nou, dat vind ik ook, dat is een van de aantrekkelijkheden van een roman, dat je echt over dingen kunt schrijven waar je heel moeilijk over kunt spreken. Omdat ik dan ook de tijd heb voor reflectie. Absoluut. Om het goed te formuleren, om het goed in scène te zetten. Dat is misschien ook bevrijdend. Ja, voor jou. Maar aan de andere kant is wij lezen. Voor de lezer misschien, om het te lezen. Ja, dat klopt. Omdat je dingen leest die je herkent of niet durft uit te spreken. Of soms wel of niet. In die zin is het ook dus niet realistisch, want dit doe je dus vaak zelf niet. Dus dit huwelijk wat zij, door het bot uitbenen gedeeltelijk, dat doen heel veel mensen natuurlijk niet. En dat is misschien ook wel verstandig om het niet te doen. Nou, zij benen het niet uit, ik laat hun ruzie zien. Ja. Dus het conflict wat steeds hoger oploopt. Ja. En dat beschrijf ik zo, dat je als lezer in feite, omdat je in die twee hoofden zit, heel diep onder de oppervlakte kijkt. Ja, maar ze, precies. Nee, maar ze spreken niet met een therapeut. Hè, die zegt van het is normaal dat je dit voelt. Of het is een verteller die de scènes neerzet. Ja. Ik heb even een therapeut in het boek gehad, daar heb ik meteen uitgezet. Hopsa. Ja. Maar ze spreken natuurlijk ook grotendeels niet uit. Hè, inderdaad. Want ze komen wel tot verzoening, maar je als lezer blijf je ook achter. Maar ze hebben dat niet uitgesproken. Dus je weet het als lezer omdat je hun psyche hebt leren kennen door jou. Beschrijvingen en omwegen. Ja. Maar ze spreken het met elkaar ook niet uit. Hè? Want jij zegt net, sommige dingen moet je misschien ook maar even niet helemaal benoemen, want dat kan wel eens fataal zijn. Mm-hmm. Dat doen zij dus ook niet. Hè? Ofwel ook. Spreken ze alles uit? Nee, maar ik ben daar ook helemaal geen voorstander van. De jaren 70 vond ik echt de allerergste tijd, omdat dat de tijd was dat eindeloze praten over relaties in Nederland op begon te komen, heel algemeen werd. En ook het idee postvat dat het goed was in relaties om zoveel mogelijk uit te spreken en zoveel mogelijk uit te vogelen. Mm-hmm. Geloof ik niet zo in. Nee. Je ziet wat je ziet in de roman is gewoon een verschuiving die plaatsvindt door de handeling. Hè, dus door het optreden van Albertina, een jonge vrouw die eigenlijk binnendringt in hun huwelijk. Die zowel op Fran als op Maris een heel sterk effect heeft, ook erotisch. Er zijn een aantal, die vrouw die op handen en voeten loopt. Ik probeer het door de handeling probeer ik de verschuiving. Dus ik geloof niet in een roman waarin mensen dingen uitpraten. Daar geloof ik niet in. Dat is ook niet interessant. Je moet handeling tonen. En het effect van de handeling op deze twee mensen is dat je, en dan ben je een tijdje verder, zit je het vijfde deel, het slotdeel, dan zie je dat ze weer met elkaar leven. Show don't tell grotendeels. Dus niet allerlei gesprekjes zijn er weer, maar handelingen, gebeurtenissen die tot verandering leiden. Zou ik dit stuk nog kunnen voorlezen?
Misschien eigenlijk vanaf hier of vanaf daar tot hier. Misschien. Oh ja. Ja, dan zitten we dus in op Zuid-Beveland. Vlak voordat Maris en Mattie, het meisje, naar de Zwarte Schuur gaan. Ja. He? Ze lopen over het land van Zuid-Beveland. Ja. Ja. Naast elkaar liepen ze over het pad achter de tuinen. Het pad achter de tuinen en de schuur, ergens in een dorp. Langs de akkers met de rijen stoppels. Ze spraken bijna niet. Bij een enkele blik opzij zag Maris de blonde haren van het meisje. De sproeten op haar gezicht. Hij was zich hevig van haar aanwezigheid bewust. Zijn lichaam deed pijn. Meer dan hij had verwacht. En hij moest zich inspannen om de pijn te verbergen. De drie jongens zweefden om hem heen. Vaag, maar onmiskenbaar. In zijn hand klemde hij de stok. Glad, knoestig en hard. Boven de velden zag hij kraaien. Zwermen kraaien. Zwermen zwart in het blauw en op het geel. Kraaien die landden op de akkers. Weer opvlogen, opzij zwiepend in de wind. Hij wilde wel ophouden met bestaan. Maar je kon niet zomaar ophouden met bestaan. Je hebt er iets naast geschreven. Ik heb van alles, zo hier en daar, ja. Ik vind, dat raad ik ook altijd de redacteuren hier in de balie aan, als je een schrijver van kunstwerk serieus neemt, streep erin, schrijf erin, gebruik het. Maar ik heb het inderdaad ook met pen in zitten schrijven, ja. maar ja, dit is... tenminste, voor mij overduidelijk, je beschrijft het laatste schilderij van Vincent van Gogh. Ja. 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 Ik weet niet of u het voor de geest kan halen, maar een schilderij, een akker waar waarschijnlijk het graan afgehaald is en waar zwarte vogels in deze kleuren. Eigenlijk een schilderij, ik geloof dat het letterlijk het laatste schilderij is van. Ja, ik geloof het ook. Is dat het laatste van Van Gogh, de kraaien? Nee, dat is discussie over. Nee? Ja. Dat is natuurlijk romantiek. Maar het is een mooi idee dat het de laatste schilderij is. Dat is een mooi idee, of niet. Maar je beschrijft dat schilderij van Van Gogh als ze over het land van Zuid-Beveland lopen. En dat is naderend onheil natuurlijk. Hè? Ja. Naderende gekte. Ja, er zijn er voor mij twee observaties. Dat is in Noord-Frankrijk, waar we, Jean en ik een plek hebben. Daar zie je in een bepaalde tijd van het jaar, als die akkers kaal zijn, zie je dus die zwermen, kraaien zie je opvliegen. Dat is fantastisch, omdat het vaak ook wat hoger ligt. Je ziet ze altijd zo tegen die blauwe lucht. Rimbaud heeft een prachtig gedicht over geschreven, kwam uit die streek. Ik ken natuurlijk dat schilderij van Van Gogh. Dan visualiseer ik die akkers op Zuid-Beveland, waar het graan net afgehaald is. En dan komen die kraaien langs en dan denk ik van dit kan ik mooi als een voorteken inzetten voor wat er tien bladzijden later in die zwarte schuur gebruikt. Gebeurt. Een voorteken? Ja. Ja, ik hou er niet zo van, voortekens, maar dit is voor mij subtiel genoeg en bovendien aanwezig. Het roept toch iets op bij de lezer, denk ik. Nou ja, want jij zei net het demonische, waar je binnen, het rijk van de demonen je binnentreedt. Mooie omschrijving. Ik had hier sterk het idee, hij wordt gek. Dus het roept bij mij als lezer, in ieder geval werkte het. Het om op te roepen, er is onheilspellend en hij wordt gek. Mm-hmm. We gaan hier het domein van een gekte. Ja. Ja. En dat is misschien ook wel zo, want hij maakt iemand dood in een vlaag van verstandsverbijstering natuurlijk. Ja. Zou je nou ooit zo'n landschap kunnen schilderen zonder menselijke figuren erin, met alleen zoiets als dit? Nee, dat gaat niet. Nee? Nee. Nee, het is niet dat ik het nooit geprobeerd heb hoor, maar... Je bent helemaal gericht op handeling van personages. Ja. Ja, er moet echt een scène zijn. Je hebt het wel geprobeerd. Vroeger heb ik het volop geprobeerd om, een aantal keren geprobeerd om alleen een landschap te schilderen. En dan kon ik niet kiezen. Wat kon je niet kiezen? Nou, welk landschap het precies moest zijn. Want dan liep ik langs een bosrand of langs een. Dan ga ik dit schilderen. Maar dacht, het kan ook net 10 centimeter naar links. Of 30 gewoon, centimeter. Ja, want je ziet allemaal schilderijen langskomen waar heel uitgewerkte grote landschappen in zitten. Dus dan vind ik het wel functioneren. Dus ik ervaar wat het plezier van het bekijken van een landschap, maar ik vind het dan wel altijd, ik zie het dan meer als een soort toevluchtsoord in een schilderij. Hè? Dus dat je het gebruikt als een ruimte om, of een plek in het schilderij waar mensen kunnen ademhalen. Ja, kunnen uitrusten van het geweld dat je bij andere plekken ziet. Ja. Of de onschuld van het landschap. Dat ze ook even op een ander spoor worden gezet, dus om die schilderijen zo groot zijn dat als je dicht genoeg bij het schilderij gaat staan, dan hoef je het geweld in zekere zin niet te zien. Kun je het landschap zien? Dan kun je het landschap zien, waardoor je toch weer iets anders triggert bij iemand. Mm-hmm.
En daarnaast vind ik het, dus die paar keer dat ik het landschap echt heb gebruikt, vooral in die schilderijen over de val van Srebrenica en de gevolgen daarvan, was ook om te zeggen van dit is waar ze voor moesten sterven, voor dat land. Weet je? Mm-hmm. Omdat de Serven vonden dat zij daar niet mochten zijn. Mm-hmm. Dus het landschap is in zekere zin niet op die manier schuldig als Armando dat beschreef, maar het landschap is de oorzaak in zekere zin mm-hmm. dat deze mannen vermoord worden. Van die oorlog. Ja. Of het landschap, het land, de grond. Het landschap, wat je de bodem die je ziet in de verte met wat erop staat. Ja. En is het landschap dan helemaal, kijk bij mij is dan het landschap, dus ik maak een klein landschapje in feite, dat is helemaal instrumenteel, dus dat staat er uitsluitend omdat dat in de psychologie van het verhaal iets te betekenen heeft. Maak jij ook zo het landschap dat het echt... ook het landschap is helemaal in scène gezet. Ja, dus ik componeer dat. Ja, dus dat meisje wat voor die in Sierra Leone met die stok en dat pistool voor die witte muur staat, dan reken je die lengte, dat bekijk je natuurlijk, dus de proporties bedoel ik, mm-hmm. dus hoe ze daar staat en dan dat grote stuk wit wil je ernaast hebben, dat is effect. Dat is allemaal effect, ja. Het is een lullig woord, maar... strategie. Ja. Strategie. Maar een landschap zonder executie of zonder vluchtende mensen, dat... Dan stopt er iets of zo, dan is het niet genoeg. Nee, dat is eigenlijk net zoals met vrolijke dingen, dan kan ik niet kiezen. Dus ik word niet gedwongen om ergens naartoe te gaan. Mm-hmm. Dan denk ik, dan wordt het inwisselbaar. En als het inwisselbaar wordt, dan maak je geen keuze. Maar dan is je betrekking op een landschap dus duidelijk niet sterk genoeg. Nee. Dus niet voldoende. Want anders zou je dat niet hebben. Dat je denkt, want het is inwisselbaar, dan weet je heel zeker, ik wil dit gaan laten zien. Mm-hmm. Ja. Heb jij dat ook, dat je citaten gebruikt? Dit is een citaat van Van Gogh. Huh? Ja. Je kent het zelf ook uit Noord-Frankrijk, maar het is ook een citaat van Van Gogh. Heb je beeldcitaat in je werk, dat je elementen gebruikt die je... Ja, dus dit schilderij wat jullie de hele tijd zien, je ziet geen plafond. En het jaar erop zag ik Citizen Kane van Orson Welles. Ja. En dat vond ik zo'n goede film, zoals iedereen waarschijnlijk. Daarna zag ik een interview met Orson Welles. En toen zei hij van, als je het plafond introduceert, dan wordt de ruimte veel beklemmender. En daarna heb ik bijna altijd plafonds in schilderijen gebracht, omdat het werkt beter. En toen liep ik door de kunstgeschiedenis heen en dan als je de geboorte van Christus ziet, dan zijn eigenlijk de schilderijen het beste waarbij het stalletje een dakje heeft. Hm. Ja. Stanley Kubrick, hè, met die afschuwelijke film ook weer met The Overlook Hotel. The Shining, ja. Die scènes in dat hotel zijn allemaal gefilmd met plafond inderdaad, maar die meisjes door die gangen lopen en dit is beklemmend. Ja, grappig. Ja, het plafond en de vlek op de grond en de tegeltjes. die worden allemaal ingezet om... Het is natuurlijk ook zo dat een bepaald soort smerigheid van de architectuur ook... Het versterkt de wreedheid. Ja, en de ethiek verlaagd. Hè? Mm-hmm. Dus het is niet voor niets dat er minder straatroven plaatsvinden in Amsterdam-Zuid dan in Amsterdam-Oost. Want? Ja. De architectuur is veel minder aantrekkelijk in Amsterdam-Oost. En dit, mm-hmm. de straat zijn minder goed onderhouden, de tuintjes zijn rommeliger over het algemeen. Er staan anders wat auto's, weet je, dus veel meer fietsen enzovoort. Dus je hebt immorelere en morelere omgeving? Dat denk ik wel, ja. Het is helemaal gebruikt, hè? Dus die executie, dus die twee mannen die met die bal bezig zijn en die vent die daar op de grond ligt, dat geweld en die wreedheid wordt nog walgelijker, omdat die tegeltjes zo geschilderd zijn. Hè? Dat is niet even iets wat aanwezig is, maar dat heb je helemaal zelfs met een licht gloor in de tegels nog geschilderd. En daardoor wordt het je nog meer ingepeperd, denk ik. Dat werkt heel sterk. En het is waar, want alle beelden die je ziet van martelingen, foto's die naar buiten zijn gekomen, Abu Ghraib enzovoort, dat zijn allemaal smerige ruimtes. En ook dit soort ruimtes? Ja.
Desolate ruimtes. Desolaat, afgezonderd, eigenlijk zonder een publieke functie. Mm-hmm. Dus, nou, misschien trekt het ook wel, kleedkamers en garages en stal of zo. Stal, kelders, ja. Ja. Heb je even later, na dat fragment van Gogh, zou ik maar zeggen, kom eens een dode haas tegen? Ja. Jozef Beuys? Wat zeg je? Jozef Beuys? Nou, dat is al een element van dood natuurlijk, hè? Want dat meisje beleeft haar laatste half uur. Ja. Dat wil ik ook voelbaar maken. Maar dit is eigenlijk ook weer een citaat, en dat is een gedicht van C.O. Jellema over een hazenjacht. Hij gaat met een aantal jagers in Groningen het veld op. Hij ziet ergens een haas platgedrukt in een sloot liggen en hij zegt niks. Dus hij redt het leven van dat dier. Dat kwam langs. Grappig. Ja, ja, ja. Maar het is heel duidelijk de dood die ik wil hebben. Hè? Daar met zijn ogen die zitten vliegen op. Hè? Ja. Waar de vliegen op zitten. Ja. En nou ja, gewoon het lijk. Ja, ja, ook weer een prefiguratie, een aankondiging. Ja. En, maar ik denk dat mijn verbeelding, die reikt me die dingen eigenlijk helemaal vanzelf aan. Als ik dus in zo'n scène zit, dan komen die dingen gewoon langs. Je zit ergens naar te kijken. Ja, ik zit te zoeken. Nou ja, het is zo'n lang fragment. Maar het is wel een mooi fragment. Toch maar, zou ik je toch willen vragen om dat te lezen. Ja. Sta je me toe, Ronald? Zo van hier. Oh ja, dat is Maarders. Ja. Ja. Tot daar misschien. Ja, dat is echt, gaat over schilderkunst. Ja. Ja. Dus in het stedelijk. In korte tijd stroomden de zalen vol. Maris liep met een cameraploeg door de tentoonstelling. Hij werd naar de schilderijen gebracht die het meest gereproduceerd waren. Er viel haast niet aan te ontkomen. Hij liet het maar gebeuren. Zo belandde hij voor Drowning, een heel groot en heel blauw schilderij met zwarte en roze toetsen. In het donkere blauw doemde de gestalte op van een door een touw omstrengelde jonge vrouw, ondersteboven zwevend in wat water kon zijn, haar gezicht vrijwel verborgen achter haar haren. Eén oog keek door de haren heen. Met een paar penseelstreken had hij er een Japans of Chinees aandoend oog van gemaakt. Elders op het doek had hij tientallen ogenparen geschilderd, allemaal gesloten. Door het donkere blauw en in een touw verstrikte vrouw was het een beklemmend schilderij. Het kwam uit New York, waar het in het MoMA permanent op zaal hing en was gebruikt voor het affiche van de tentoonstelling. Bij dit schilderij, onder het oog van de camera, begon hij zich ongemakkelijk te voelen. Hij haalde een hand over zijn neus en mond en keek naar de vloer. Hij wilde weg, maar kon niet weg. Hij vertelde dat hij dit werk had gemaakt nadat hij foto's onder ogen had gekregen van de Ama, vrouwen die voor de kust van Japanse eilanden naar schelpdieren duiken. Een van hen was verdronken en dood uit het water gehaald. Verstrikt in het touw dat aan haar middel was bevestigd. Net als alle duiksters droeg ze alleen een lendendoek, een duikbril en een mes. Een paar seconden keek hij zwijgend naar dit schilderij. Naderhand heb ik een hele studie gemaakt van die duiksters, zei hij toen, zich afwendend van de voorstelling. Dat werk wordt alleen door vrouwen gedaan, al eeuwenlang. Ze duiken tot 10 meter diep en kunnen 2 minuten onder water blijven. In de jaren 50 heeft een Italiaan ze gefotografeerd. Hij heeft ook de foto van het dode meisje genomen. Ik weet nog dat ze prachtige borsten had, maar ze was dood. Hij glimlachte, een overbodige glimlach. Hij herinnerde zich waar hij tegen het boek van die Italiaanse fotograaf was aangelopen, bij Strand in New York. Hij had het boek opengeslagen en de eerste foto die hij te zien kreeg was de foto van de verdronken duikster met haar haren voor haar gezicht geslagen en een stuk touw om haar lichaam. Ze lag in een kleine open boot. Hij had het meteen weer dichtgeklapt, was tussen de boekenkasten door naar die krakende, ouderwetse lift gelopen en had het gebouw verlaten. Hij had uren nodig gehad om bij te komen van het zien van die ene foto. Maar de volgende dag was hij teruggegaan. Opeens moest hij het boek hebben, die ene foto, en was hij bang dat het er niet meer zou staan en had hij het alsnog gekocht.
Ja, dank. Die obsessie van hem, hè, om naar die foto te willen kijken, hè, of die enorme aandrang. Kijken, heel precies kijken naar een foto van een ongeluk, een dood, een lichaam, een verdronken lichaam. Het precies toekijken bij transgressies, hè? Of je die nou opschrijft, of het nou of het geschilderd is, of het heel precies daarnaar toekijken. Ronald zei aan het begin van deze avond, zei hij al, ja, dan wordt soms ook de maker in twijfel getrokken. En dat is ook in zekere zin wel terecht, want ik heb het gewild, het beeld. Maar als de conclusie daarvan is dat ik het niet ben. Hoe zie jij dat, zeg maar, die Maris Kopolse heb ik vanavond geleerd. Ja. Die is natuurlijk in het MeToo-tijdperk en, nou ja, op het randje van oké, je vent. Ja, zo denk ik er niet over, maar... dit is door Marja Pruijs in De Groene is dit in de wereld gebracht en dat, daar sluit nu iedereen bij aan. Maar... Nou, nee, ik begrijp wel dat zo denkt hij er zelf ook niet over hij doet ook niet. Maar laat ik het zo zeggen, het in verband brengen van of het oké is om iets te maken als kunstenaar waar dingen in voorkomen die wellicht of wel of wellicht niet... Hè? Grensoverschrijdend op zijn minst zijn of misdadig. Ja. Of, ja. Ben jij je daar als auteur ook van bewust? En Marja Pruijs heeft het dus ook inderdaad daarna opgeschreven. Zo zie jij het niet. Maar ben je bewust dat de schilder daarachter, de schrijver daarachter, ook de jong daarachter ook gevraagd zal worden naar zijn integriteit of zo, omdat je iets schrijft? Dat... Nee, ik was echt, ik was wel gewaarschuwd, hè, door mijn redacteur dat het MeToo-verhaal aan mijn roman verbonden zou kunnen worden. Heel oppervlakkig. Hè. Of het deugt of niet. Hè? Ja, maar ja, goed, ja, oké, dat had ik gehoord. Maar ik was eigenlijk toch verbaasd dat in De Groene verscheen dus een grote, maar ook mooie recensie van Marja Pruijs, die worstelde met het boek. Ze vond het steengoed, maar die man... Hè, die deugde niet. Nou, het was niet helemaal een man die zei nou... zo. Dus dan geeft ze dus voorbeeld, het gaat over macho eigenlijk. Hè. Dus dat is eigenlijk al bijna verboden, hè, in een roman, dus Wolkers en Hemingway. Zeer twijfelachtig zijn of die tegenwoordig nog... of dat nog zou kunnen. Goed, zij geeft dan in die recensie een aantal voorbeelden van macho gedrag van Maris, maar ze moet dan wel heel veel weglaten, hè, van ander gedrag wat hij ook vertoont, om dat acceptabel te maken. En ik denk dan eigenlijk, later denk ik ook van ja, je hebt macho gedrag, hè, dat is vervelend, maar je hebt ook macha gedrag, hè, net zo vervelend. Ja. Komt hier ook in voort. Daar gaat het nooit over. Het gaat altijd over macho gedrag tegenwoordig. Mm-hmm. Hè, maar zeg, hoe vervelend macha gedrag kan zijn, hoe vrouwen proberen te domineren, indruk proberen te maken, wat ze daarvoor inzetten. Dat is geen punt op het ogenblik, dat kan. Ja. Maar op zo iemand als Maris, die in crisissituatie bijvoorbeeld heel bot is tegen een vrouw die zich op een agressieve manier aan hem opdringt, dat kan dan eigenlijk niet. Maar daar heb ik bij het schrijven echt niet bij stilgestaan, omdat ik het een fact of life vind. Ik vind het vanuit de psychologie volkomen waarschijnlijk dat hij zich zo gedraagt. Hij zit in een diepe huwelijkscrisis. Hij is voor het eerst bij het graf van de dode meisje geweest. Hij zit in een hotel in Vlissingen. Bij de lift komt er een vrouw, die dringt zich echt aan hem op. En hij zegt gewoon, ik heb geen zin in je. Bijvoorbeeld, er zijn meerdere scènes waar je hem als macho... Maar in de hele context zie ik niet wat daar verkeerd aan is. Dat begrijp ik, maar... Ronald, we noemen het net even een heel korte catalogus op van een aantal dingen die... Jozons op van de jaren zijn overkomen, of het wel deugt of niet wat je maakt. Hè? Nou, je zei het vernielen, poging tot vernieling, rechtszaak, bedreiging. Het deugt niet altijd wat je afbeeldt natuurlijk. Hè? Dus in zekere zin, jij zegt, ja, ik was me daar niet van bewust, maar nou komt dat op. Hè? Dus dat er gevraagd wordt, voel je je gehinderd of beklemd of geremd bij het beschrijven, als kunstenaar, bij het beschrijven van...
Nou, na deze roman is dat natuurlijk wel anders, hè? Door de commentaren die ik krijg. Ja, natuurlijk. Kijk, bij jou gaat het erom dat mensen boos worden omdat het hele schokkende scènes zijn. En dan denken van, ze kunnen denken van, dit doet hij om te shockeren. En dan komt die gedachte op, want die man die deugt niet. En dat is niet echt vergelijkbaar met, laten we zeggen, de positie waarin ik verkeer. Want ik beschrijf realiteiten. Hè. Ja, dat is mijn uitgangspunt. Ja. En ik probeer iets te laten zien wat mensen liever niet willen zien, of wat ze liever niet willen denken, mm-hmm. wat ze liever niet willen ervaren. En dat laat ik zien in mijn roman. En dat is ook de taak van de romanschrijver. Misschien is dat wel grotendeels, of voor een belangrijk deel, de taak van kunst. Ja, film, roman, tragedie. Diep onder de oppervlakte raken. Maar het lijkt alsof het in toenemende mate moeilijk is. En daarom vraag ik eigenlijk jullie beiden of jullie dat merken, of jullie dat zo ervaren, of dat niet zo is. Om, zeg maar, om weerstand te bieden tegen preutsheid of maatschappelijke indignatie, verontwaardiging. Waarom zij daar waarschijnlijk over begint, dat is het enige, volgens mij bijna het enige onderdeel in het boek wat je ook in de dagbladen vindt. Hè? Een referentie aan een realiteit die we... Een discours wat we tegenkomen. Mm-hmm. En mijn schilderijen, bijna alles wat zich daarop afspeelt, kennen we in zekere zin al. En dat hebben we al een keertje gelezen. Dat kennen we uit de media. Soortgelijke beelden. Maar wat wil je hiermee zeggen? Nou, dat is een groot verschil, denk ik, tussen ons tweeën. Ja, hier zijn schilderkunst en romanschrijven denk ik gewoon niet te vergelijken. Ik zie het zo dat mijn roman gewoon in de NRC en in de Groene wordt dat door een journalist aan een actualiteit verbonden. Omdat er even een soort vleugje door het boek gaat van dat je dat zou kunnen doen. Maar ik ben daar totaal, ik ben er wel mee bezig, maar niet in dit boek. Het zou natuurlijk krankzinnig zijn als je in een roman geen grensoverschrijdend gedrag, zowel van vrouwen als van mannen, kunt laten zien. Dan is de roman echt dood. Ja? Ja, natuurlijk. Ja. Dan is er niks meer aan. Dan wordt het. Ik denk wel eens dat, zullen we zeggen, wat we op het ogenblik zien, dus een soort nieuwe kuisheid, nieuwe preutsheid, nieuw moralisme. Vooral bij jongere generatie valt het me op. Dat is niet mijn generatie, het zijn jonge mensen die hiermee bezig zijn. Ik denk wel eens dat een van de oorzaken zou kunnen zijn dat ze van jongs af aan opgegroeid zijn met die Hollywood formats. Dus waarin de scheiding tussen goed en kwaad heel duidelijk is. Waarin de grijszone meestal gemeden wordt. Dus iets wat een romanschrijver juist opzoekt. Het is heel duidelijk goed of het is kwaad. En er vindt een gevecht plaats. En uiteindelijk overwint het goede. Als je gewoon vanaf driejarige leeftijd, met helemaal op leeftijd toegesneden films uit die Hollywood-studios, steeds maar weer met deze formats. De strijd van goed tegen kwaad. En je identificeert je altijd met de goede. Hè? Nou, met een bepaalde commerciële Amerikaanse moraal. Die via Hollywood enorm doorstraalt. Die je op 3-4-jarige leeftijd binnenkrijgt. En misschien dat is een van mijn veronderstellingen, dat het daarmee te maken zou kunnen hebben. En dus iets wat in mijn jeugd volledig afwezig was. Neomoralisme. Maar bij de volgende roman die je schrijft, moet je daar dan rekenschap van geven? Nou, dat wordt gewoon natuurlijk dat wordt spannend en interessant. En dan ga ik natuurlijk nog wel een stapje verder. Dat is wel wat het oproept. Nee, dan krijg ik wel een soort verbeterheid over. Omdat ik denk van, ik zal wel doorgaan met jullie de dingen te laten zien zoals ze zijn. De dingen laten zien zoals ze zijn, ja. Ja, dat doet Ronald ook. Ja. Wat de kunst vermag, de dingen laten zien zoals ze zijn. De aandacht zo lang mogelijk vasthouden van de kijker, de lezer. Om dat bij zichzelf te exploreren. Ja, ik wil iets laten zien waarvan ik denk dat het op een bepaalde manier waar is. En daar wil ik aan raken. Daar dienen al die scènes toe. En dat is ambigu, die waarheid er niet. Nou, het is iets waarvan ik voel, dit is waar. Dus hoe krankzinnig zo'n scène er ook uitziet,
wat er ook gebeurt, hè, dat je het gevoel hebt, ik raak iets wat waar is. Ja, dat heb ik het niet over een filosofische waarheidspretentie, maar een puur gevoelsmatige waarheid voor mij, die door lezers ook herkend wordt. Lezers? Is mijn ervaring. Toeschouwers, toehoorders, kijkers. Zijn er mensen die iets willen zeggen of vragen? Toevoegen? Maar dan moet u even wachten, dan kom ik met de microfoon, dan hoort de mensen thuis ook wat u daarvan vindt. Ik kan het wel zo zeggen dat iedereen er staat zonder microfoon. Ja hoor. Ja. U bent het eens met het feit dat kunst de dingen toont zoals ze zijn. Ja, ik zeg het even voor de kijkers thuis erbij. Ja, ja. Zijn er anderen die... Wacht even, ik ga toch even proberen om... Wat zegt u? Ronald, in het begin meldde je dat jij bepaalde scènes wil. Terwijl de oorlogsjournalist, de fotograaf, James Nachtwey is een bekende. Ook hij is... Nou, bijna maniakaal bezig met oorlogshandelingen. En jij bent misschien ook bijna maniakaal met dit onderwerp bezig. Zij willen dat vastleggen, dat het gebeurd is. En jij wil ook iets. Maar is er dan een verschil tussen die twee? Tussen jouw schilderij en de foto's van de nachtwerk? In beleving bij het publiek is er een heel groot verschil. Wat ik in het begin zei, het is niet zwart-wit, maar een fotograaf heeft toch heeft een zweem van objectiviteit. Dus omdat ze zelf hun beelden niet in scène zetten. Je kunt zeggen, ze zijn verslaafd aan het fotograferen van geweld of het fotograferen onder dat soort omstandigheden. Maar zij tonen dat beeld eigenlijk omdat ze het niet willen zien. Of omdat ze eigenlijk, nee niet... ze willen eigenlijk dat het niet gebeurt. Dat is de reden waarom ze... Sorry? Ze willen niet voor niets te doen hebben. Dat denk ik wel, ja. Is dit jouw idee over oorlogsfotografie? Dat ze iets fotograferen waarvan ze willen dat het niet gebeurt? Dat is meestal de reden waarom ze naar die gebieden gaan. Om te zorgen dat het niet opnieuw... Dat het gebeurd is. Ja, en dat het niet nog een keertje gebeurt. Ja, als onrecht aan de kaak stellen. Precies. Dat te zien hoe erg het is dat het niet nog een keer gebeurt. Ja. Wat dus totaal niet werkt. Waarom niet? Je hebt je nu natuurlijk in deze roman verdiept in een oorlogsfotograaf. Je zegt het zelf, je kan het bladzijde zo omslaan. We zijn totaal afgestompt. Je hebt eindeloos veel van die foto's gezien. Je kan er nog steeds door geraakt worden natuurlijk. Zeker. Maar ik vind jouw theorie heel interessant het verschil tussen een schilderij en een foto. In antwoord op jouw vraag, Hans. Een schilderij is gemaakt. Je kunt ook aan deze schilderij zien dat er heel lang aan gewerkt is. Dus je voelt dat iemand zichzelf daar maandenlang mee confronteert. Het is ook op een bepaalde manier gemaakt. Dus je kunt veel moeilijker wegkijken dan voor een foto. Ja, ik zeg nu wat jij mij ooit gezegd hebt. Dat vind ik heel... Nee, een schilderij is iets wezenlijk anders dan een foto. Ja, het is een levend, bezield ding. Het is door iemand gemaakt, het is door iemand gewild. Dus het heeft een veel grotere impact. Hè? Bovendien door de manier waarop het geschilderd is, blijft je blik er ook in hangen. Ja, maar ik wacht even. Ik wil kijken of er nog anderen zijn die... Misschien dat ik toch een beetje daarop doorgaan, maar dat is een vraag die ik toch al een tijdje in mijn hoofd had, is de Stan, de figuur Stan, haar werk, het resultaat van haar werk, het fotoboek enzovoort. Wat is jouw bedoeling daarmee in het boek? Misschien geeft het iets licht ook op de situatie waar we het net over hebben. Ja, dat sluit mooi aan. Stan is een oorlogsfotograaf. Stan is dus een vrouw van 29 en zij is in
in Irak en Syrië geweest. Heeft daar foto's genomen van de verwoestingen die de oorlog aanricht. Heeft een boek van gemaakt. De manier waarop het gepresenteerd in het boek is aan de oppervlakte. Dus dat zij het verhaal heeft wat heel veel fotojournalisten hebben van dit verhaal moet verteld worden. Ik wil het onrecht aan de kaak stellen. Daar twijfel ik ook niet aan dat echt een motief is bij haar. Tegelijkertijd laat ik zien dat ze in haar persoonlijk leven voorkomen is vastgelopen. Dus ze heeft steeds de verkeerde mannen. Ze is op een bepaalde manier is ze helemaal vastgelopen. Ze probeert zichzelf uit een depressie te werken door iets heel extreems te gaan doen. Door zichzelf een hele grote taak te stellen. Hier heb ik een boek van een hele jonge Deense journalist voor gelezen. 24, fotograaf. En dus je gaat ook allemaal trainingen doen voordat je naar zo'n gebied gaat. Je gaat met experts praten. Dus ze stelt zichzelf een hele hoge taak. Maar mijn duiding van wat ze doet, er is nooit één motief, er zijn altijd veel meer motieven. Dat persoonlijke motief van een doorbraak forceren, dat voor haar eigenlijk het belangrijkste is. Maar op het moment dat ze dat doet, is ze zich daar waarschijnlijk helemaal niet van bewust. Dat komt pas later. Als dat boek één keer gemaakt is en dan misschien nog 10 jaar later dat ze voor zichzelf durft te bekennen van het was om dat verhaal te vertellen, maar het had ook nog een heel andere functie en die was heel persoonlijk. Ik denk... Geweld speelt in het boek een rol, op allerlei manieren, van de dode haas, de mattie in elkaar geslagen worden, de dood van Ilse, dus aan heroïne verslaafde vrouw. Dat zit op allerlei manieren in het boek, dus geweld is een thema. Syrië. Daar doe ik iets mee. En ik vond het heel interessant, ook gewoon omdat me het persoonlijk interesseert wat daar gebeurt. Een oorlogsfotograaf vond ik een interessant personage. Ik wilde een stoere jonge vrouw hebben. Ik kon daar van alles mee. En dat geweld wat zij fotografeert, dat is weer geïnspireerd op Goya. Goya heeft die etsen gemaakt. Was de Zastro de La Guerra. Ja, nadat de Fransen daar de huis gehouden hadden. Ja. Zo maakt zij, en dat heet, in het Engels heet haar boek The Horrors of War. En dat van Goya, hoe noem jij het? Los Desastres de La Guerra. Ja, het is hetzelfde. Het is gewoon in het Engels, ik heb het in het Engels overgezet. Dus daarop geïnspireerd. Ja, oké. Okay. Het gaat over het web van het geweld wat in het verhaal zit. Wereldwijde web, maar dan anders. Ja. Heel hartelijk dank allebei. Ronald Ophuis, Oep de Jong. Dank voor uw geduld hier om dit experiment aan te gaan. En vooral jullie twee heel hartelijk dank. Ik weet niet, we hebben er in ieder geval 2 uur over gedaan. Dus het blijkt te kunnen praten met 2 verschillende kunstdisciplines over een overlap en verschillen. Het is aan u om te bepalen of dat dan ook een geslaagd experiment is. Maar heel veel dank hiervoor. Ik heb met ongelooflijk veel plezier de laatste weken weer naar jouw reproducties van jouw werk gekeken en deze roman gelezen. Hey, als u het niet gedaan heeft, doet u dat vooral. Komt u misschien een andere keer weer terug hier in de balie. Hartelijk dank, en is de bar nog open.